Erin. Hoppakee. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter. En ik. Mijn naam is Johan. Wie weet, waaien er nog andere gasten binnen. Je weet maar nooit. En ja, laten we gewoon beginnen met onze vaste rubriekjes. Wat een chic idee. En dat is natuurlijk de E-gulden. Die bestaat bijna 10 jaar. En dat is ook de reden dat, als dat goed is, Yoshi niet kon binnenwaaien. Want die is druk bezig met de voorbereidingen van het 10-jarig bestaan van de E-gulden. Ja, het lustrum. Dus, maar ja, goed, wij geven E-gulders weg, zoals altijd. En dat kan je doen door uitroepteken Rompol in de chat te typen wanneer het rad verschijnt. En dat is, zoals je ziet, is dat rad nog niet verschenen. Maar dat kan elk moment, ja, meestal een beetje tegen het einde, dan verschijnt dat, dat rad. En dan kan je, als je op Twitch zit, kan je uitroepteken Rompol in de chat typen. Ook trouwens op Stream Elements. Ja, als je op YouTube zit of Twitter, noem maar op, dan lukt het niet. Helaas, helaas, helaas. Misschien in de toekomst. En ja, we hebben ook nog onze vaste rubriekjes natuurlijk. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter hebben we niet meer. Maar we hebben wel goud, olie. Ja, laten we het gewoon even erbij halen. Hoppakee. Wat een chique idee. Nou, we beginnen even met de DXY, want dat verklaart namelijk wat er... wat er zometeen allemaal te wachten staat als ik de andere dingen erbij haal. Want zoals je ziet is de DXY omhoog gegaan. Dat is de US dollar index. Ik zal even naar een maand te maken gaan. Met de cijfers van vandaag. Dat is het hele vreemde dat de inflatiecijfers waren slechter dan verwacht. Dus dat lijkt erop of die inflatie niet verder teruggaat. En in plaats dat je dan zegt, nou die munt daar wil ik niks meer mee te maken hebben met die dollar. Want de inflatie het is een smeltend ijsklontje die dollar. Nee, dan zeggen mensen van, oh, maar dan gaat de centrale bank de rente niet omlaag doen. En dan ga ik lekker voor die hoge rente, ga ik dollars aankopen. Dus er wordt eigenlijk gewoon toch nog echt gedacht dat de centrale bank energie om inflatie geeft. Het moet toch een hele grote teleurstelling worden als die inflatie niet teruggedrongen is straks. En ze toch gewoon een of andere gigantische bail-out QE doen. Ja, ja. Maar in ieder geval, ja, de DXY die staat op 103,36. Ja, dat is 2 punten omhoog geschoten. Volgens mij stond die vorige week nog op 101 of zo. Maar ik zeg het even uit mijn hoofd. Ja, dan gaan we even naar de olie toe. Die is ook omhoog gegaan. Die staat op 81,15 dollartjes per vat ruwe olie. Wat niet omhoog gegaan is, maar omlaag. Dat is het goud. Maar die staat nog steeds wel op 2166 dollartjes per troy ounce goud. Dus dat is nog steeds niet slecht. Dat is ook vreemd dat goud dan ook omlaag gaan, goud en zilver, dollar gaat omhoog, gaat die ook omlaag, ondanks dat, ja, je zou zeggen goud is de bescherming tegen inflatie, maar ja, zo wordt dat niet gezien. Het gaat maar een klein beetje. Zelfs als met de bitcoin, ja, die gaat van, kijk, ik heb nu een beetje uitgezoomd, dan zie je dat maar een klein beetje is. En je kan er nog steeds een mooi lijntje trekken zo, dus... ja, hij gaat zo meteen waarschijnlijk weer omhoog. Hij staat in ieder geval nu op 70, ja, iets boven de 70.000 dollartjes. Dus ja, hij stond eerder vandaag nog op 73. Dus een kleine dip. Er is niks om je zorgen over te maken. En dan hebben we nog de LP-agenda. Ja. We hadden trouwens, zouden op in Driebergen... zo'n lezing hebben over Thomas Jefferson en nog een paar anderen. Maar die gaat niet door. Helaas. Wat ik wel kan melden is dat er een nieuwe lezing aankomt. Daar ga ik zo meteen even over hebben. Maar wat er wel doorgaat is natuurlijk de borrel in Gelderland. Ja, dat is op vandaag. Dat is nu gaande.
Morgen 15 maart hebben we een borrel in Flevoland in Almere. En we hebben ook nog een borreltje in Noord-Brabant, Eindhoven om precies te zijn. En dat is op 22 maart. En we hebben ook nog een borreltje in Noord-Holland. Dat zal Amsterdam zijn, denk ik. En dat is op 28 maart. En dan hebben we ook nog een LP meetup in Friesland, Leeuwarden om precies te zijn. Dat is op 5 april. En dan hebben we een meetup in Amersfoort, ook op 5 april. En dan hebben we nog een borreltje in Zuid-Holland, in Den Haag. En dat is op 6 april. En dan hebben we een lezing over de katholieke... Oh jongens, wat is dit allemaal? Even kijken. De katholieke scholastiek Spaanse Salamanda school. Salamanca. Op 9... Salamanca school. Ja, zo 9 april. En ja, daar in dat verband hebben we natuurlijk op de 28e bij ons in de uitzending hebben we de heer Hugo. Dat is die man die al die lezingen geeft. Dus ja, die gaat dan ook nog vertellen over zijn nieuwste dingetje. Dat is namelijk een lezing over Friedrich Nietzsche. Dus dat is ook heel interessant. En existentialisme. Dus dat is over 2 weken bij ons in de uitzending. En ja, dat kijken we allemaal naar uit. Goed, ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten toe. Even kijken hoor. Nou, dan moet de browser wel reageren natuurlijk. Hoppa. Ja, oké. Ja, we gaan naar de nieuwsberichten. En het eerste berichtje gaat over Canadese beleggers krijgen bijna 7000 Nederlandse woningen niet verkocht. Ja, we hadden het al eerder over gehad dat die beleggers, die Canadezen iets hadden van, oh jee, Hugo de Jonge regeert de woonmarkt en allemaal ongunstige regels. En wij gaan die zaak van de hand doen. En nou blijkt dus dat ze dat niet kwijt kunnen. En dat is natuurlijk verwacht ook, want er is waarschijnlijk niemand anders die dat wil kopen. Er zitten huurders in. Dus als je iets met huurders erin wil verkopen in Nederland, je kan de huurders er niet uitkrijgen. Dus je moet het met een verhuurder verkopen. En de volgende koper, die heeft natuurlijk dan ook zoiets van, ja, nou zit ik met het probleem. Het probleem dat Hugo de Jonge heet en al die nieuwe wetgevingen zit. Dus die wil daar niet zoveel voor. Dat wordt verdisconteerd in de prijs. En die Canadese maatschappij die dacht waarschijnlijk, nou, we hebben een huis en kijk op Funda en dat is zoveel waard en dat moet dan zoveel opleveren. En mooi niet dus. Normaal zou het natuurlijk zo zijn in een vrije markt, als jij een huis hebt waar al een huurder in zit, dan hoeft de koper niet eens meer een klant te zoeken. Dus dat zou een plus moeten zijn. Dat je als je een supermarkt koopt die al klanten heeft, of een supermarkt die nog geen klanten heeft, dat is natuurlijk een supermarkt die al klanten heeft, die is veel gewilder. Maar in deze rare overheidssituatie is het zo dat de huis met een klant minder gewild is dan een huis met klanten, een huis zonder klanten. Als er geen klant is, dat kon je het altijd nog verkopen. En dan, maar waarschijnlijk gaan die mensen er ook nooit meer uit, want als de huurbegrenzing erin zit, dan ze kunnen niet kopen zelf, want dat is te duur. En B, de huur is begrensd, dus het wordt financieel altijd een achteruitgang voor ze om te verkassen. Dus blijven ze gewoon maar zitten. En je kan nooit de huur meer optrekken. Dus ja. Ja, het is lastig voor die Canadezen. Daarom kan je eigenlijk beter niet investeren in een land als Nederland bijvoorbeeld, denk ik. werkt zich tegen je. Ja, zeker. Ja. Ja, het wordt ook in de toekomst wordt ook nog niet zo mooi. Hè? Want dat was nou met de... God, ze wilden de... jij weet het misschien beter, want jij hebt een koopwoning. Koopwoningen, dat wordt ook weer minder aantrekkelijk. Ja, dat willen ze in box 3 gaan doen of zo. Ja, Ja, dus dan wordt het gewoon gezien als een investering. Dus als jouw huis dan door het plafond gaat vanwege de inflatie... en je blijft er gewoon in zitten wonen... maar dan wordt er eigenlijk gezien als een ontzettende... een goede belegger en wij willen een stuk van het rendement zien. Je hebt helemaal geen rendement, want je woont er gewoon nog in. Je woont er niet beter in als de prijs omhoog gegaan is.
Dus ik heb ook nog gelijk even bezwaar aangetekend tegen mijn WOZ-waarde. Dat kan je gratis doen. Ik weet niet wat dat verdienmodel van die toko is, maar ja. Ik heb uitgelegd dat het huis op instort staat en de schoolplein omheen en er is laatste moord gepleegd en enzovoort. Ja. Wat kan je allemaal nog meer doen om het allemaal aantrekkelijk te maken? Ja, ja. Een vreselijke buurt. Van die hangbejaarden. Ja. Ja, goed. Ja, nou ja. Oké, volgende bericht gaat over de kosten van de renovatie van het Binnenhofje. Oh, dit hadden wij voorspeld. Hè? Dit hadden wij voorspeld. De kosten van de renovatie van het Binnenhof die gaan richting de 1 miljard. Ja. Weer duurder dan verwacht. Nou, ja, verwacht, wij hadden het niet verwacht. Verwacht door wie? We hadden al meteen over dat er een salamitactiek om de hoek lag. En Hugo de Jonge prijkt ook op de foto gelijk. Op het, Oh man. Waarin hij visionair aangeeft hoe er gebouwd moet worden. Er mag nergens in Nederland gebouwd worden, behalve in het Binnenhof. Het is natuurlijk wat ik dan altijd verbazingwekkend, dan zie je weer op Twitter bijvoorbeeld, zag ik weer voorbij komen, oh wat een incompetente kneuzen zijn het toch weer, een miljard voor een verbouwing. Ik zeg, ja, dit is geen incompetentie, hè. Dit is de bedoeling. Het is de bedoeling, ja. Moet je eens denken hoeveel baantjes daar worden doorgeschoven, zeg maar. Als jij gezorgd hebt dat die 1 miljard naar die bouwbedrijven gaat, dan vallen er allerlei baantjes vrij voor ex-politici die rijkelijk beloond worden. En het is officieel natuurlijk geen beloning voor de klus van 1 miljard, waar die natuurlijk ook geen 1 miljard. Het is niet zo dat we 1 miljard werk uitvoeren. Waarschijnlijk is er ook gewoon dat het 3 maanden stil ligt, omdat de politici niet weten wat ze moeten gaan doen. En dan zeggen die bouwbedrijven, ja, wij moeten mensen gewoon in dienst blijven houden. We kunnen niet even ontslaan voor 3 maanden. Dus, en dan zetten ze ondertussen op een andere klus in. Maar ze declareren nog wel gewoon bij het Binnenhof. Want die renovatie, ja, ze moeten daar gelijk aan de slag gaan. Ja. En dat is het is ook niet alleen Nederlands. Of dat het Schotse parlement, dat kostte ook een kapitaal. En het 7 jaar uitgesteld of zo. Dat is een heel business case van hoe je iets niet moet doen. Ja, Betuwelijn, al dat soort projecten eigenlijk. Die kosten. Als ik naar mijn werk fiets, dan kon ik altijd een stukje afsnijden via een straatje, weet je wel. Mm-hmm. Een heel klein straatje. En op een gegeven moment vond men dat nodig, dat van, er moest geen asfalt meer zijn, maar er moesten stenen worden, weet je wel. Nou, ik denk van een Pool die had het in een weekendje gedaan, denk ik. Maar hier hebben ze het geloof ik een half jaar over gedaan. En elke keer als ik daar langs fietste, dan zag je die mensen zitten. Mm-hmm. Stapel stenen met een bakje koffie of zo. En dan hadden ze gewoon, denk ik, 1 rijtje steentjes gelegd die dag of zo. En dan, dat was het dan weer. Het heeft al gewoon een klein stukje straat. Het heeft gewoon een half jaar geduurd. Wow. Ja, daar komt geen einde aan. Dat gaat niet veranderen. Dat ook al zoiets, die worden gewoon per uur betaald of zo. Ja, een overheidsproject, hè? Ja, en het zal iedereen een worst wezen. Hè? Het is, en ik denk dat die ook wel weten dat de hele overheidsfinanciën de soep in draaien. Hoewel het natuurlijk in Nederland nog best wel meevalt als je kijkt, als je het vergelijkt met hoe dat nou in Amerika gaat. Gewoon geld lenen, de rente omhoog. Oh, de rente kunnen we niet betalen. Oh, lenen we er ook bij. Het is gewoon echt, er wordt nou $1 biljoen schuld bijgestapeld. Elke 100 dagen ongeveer. 1 biljoen. Ja, dat is toch in het billion bedoel je? Of? Nee, dat is trillion. Trillion in Engels is in Nederlands een biljoen. 1000 miljard. Ja. 1000 miljard. Oeh, jongens. Dat betekent dat in 100 dagen, dus in een jaar, 300 dagen of zo, ja, wat meer, dan komt er gewoon 3,4 biljoen bij. De hele schuld is nou 34 biljoen. Dus er komt gewoon 10% aan schuld bij in een jaar. Ja, dat betekent nog meer rente betalen. En nog meer rente betalen betekent dat je nog meer moet lenen om die rente te kunnen betalen. Want die,
belastinginkomsten, daar lukt het niet van. Dus het gaat alleen maar harder uit. En daar wordt er meestal gezegd van als de staatsschuld boven 100% van het bruto nationaal inkomen komt, eigenlijk 80% al, dan is er geen weg terug meer. Dan kan je die teller niet meer terugdraaien. Oké. Dat is geloof ik in Nederland wel wat lager. 25.000 creatieve manieren hebben om de burger uit te melken. Ja. Maar als Duitsland weg blijft zakken en Nederland jaagt de ASML's het land uit, dan denk ik dat dat ook heel snel kan gaan. Ja. Ja, wie Amsterdam uitgejaagd lijkt te worden, dat is Hans Theo. Nou, daar heeft in ieder geval nog niet gezegd hoor, dat hij weggaat, maar ze doen hard hun best. Ja, ze hebben eigenlijk maken ze gewoon iedereen het leven zuur, lijkt het wel. Hè? Het is, en heel vaak denken onderdanen dan van, nou ja, ze pakken de boeren, maar mij niet of zo. En de vissers denken, nou ja, ze pakken ons, maar de boeren niet. En uiteindelijk pakken ze gewoon al iedereen, ook de beroemde komieken die zijn de sjaak. Hans Thewe die had een sketch gemaakt. Hij had wel een geinige pruik op zijn hoofd gezet. En dan, met zo'n halsema. Ja, dat leek een soort bezemborstel. En ik weet niet precies. Ik heb de sketch niet gehoord. Maar het zal hij ongetwijfeld een beetje halsema voor gek hebben gezet. Ja, tenminste, Femke Halsema die had een... burgemeester van Amsterdam, voor degenen die het niet weten. Je had zo'n filmpje, een politiek correct filmpje, dat ze alle moslims een vrolijke Ramadan toewenst. Mm-hmm. Terwijl vlak daarvoor waren een aantal jongens migranten afkomst, laten we zomaar even zeggen. Die hadden bij zo'n Joodse herdenking hadden ze lopen rellen. Mm-hmm. En ja, vanwege Palestina, wat daar gebeurt. Ja. Nou ja, goed, dat is vandaar deze sketch. Ja. Maar hij had er een grapje over gemaakt dat Halsema is in het nieuws gekomen dat er zoon ooit met een pistool gepakt was. En toen zei die was dat met een paar vrienden op een boot. En toen rende die weg of hij zat er zorgen te maken. En toen had hij een pistool weggegooid en dat hadden ze gevonden. En toen zei Halsema, dat was een pistool van mijn man. Het was maar een ding voor de film. Het was maar een prop pistool voor de film. Het was wel echt pistool, maar het was onklaar gemaakt. Die zoon had het gevonden en daardoor was dat misgegaan. Inmiddels zijn ze ook gescheiden, de Halsemaatjes. De lol is dat Hans Thewe die legt op tafel ook zo'n theaterpistool neer. Dat ligt er zo'n beetje in de hoek. En dat was de reden dat er 6 man politie gewoon bij hem binnen walsen. Mm-hmm. Wapen, er is een wapen gesignaleerd. En het mooie is ook dat ze doen dat. Ja, elke libertariër die heeft dat snel door. Maar ze doen dat. Kunnen we even binnenkomen? Ja, zeggen ze dat of zo. We komen even binnen. Ja. En eigenlijk is de vraag van kunnen we binnenkomen? Maar het is niet echt een vraag. Want je kan er geen nee op zeggen. Je kan niet zeggen van... moet ik eens over nadenken of zo. Nee, hij heeft zijn voet al in de deur gezet. En is ook klaar om je opzij te duwen. Dus je krijgt, er wordt wel gevraagd. Er wordt een soort gefingeerde beleefdheid is het. We vragen of we binnenkomen. Komen. Maar er is maar een antwoord mogelijk. Want dat moet je eigenlijk, denk ik, als je het goed speelt, moet je dat even uitspelen in het begin. Dat je gewoon zegt van... Als u het mij vraagt, liever niet, nee. Dan moet je ze naar buiten laten komen dat het geen vraag is. Zeg maar. Dat ze gewoon zeggen, nee, wij komen gewoon naar binnen toe. Het was geen vraag. Waarom vraag je dat dan als het toch geen vraag is? Maar ja, ze komen er naar binnen toe met z'n zessen en pakken dat ding af en lopen weg. Hij heeft dat uiteindelijk weer teruggekregen. Maar hij ging hier op de piano zitten spelen. De politie. Nee. Dus ook bedankt dat jullie me veilig... Dat jullie de burger veilig gehouden hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Ik zag zo'n interview met Andrew Tate... die alweer gearresteerd is voor de UK dit keer. En die voorspelde daarin zijn eigen arrestatie. Want hij zei al dat de UK bezig was om dat te regelen.
En die zei ook van, ja, het is toch, ja, is er die zuuraanval in Londen. Hij komt oorspronkelijk uit Londen. Die zuuraanval in Londen, is die dader al gepakt? Ah ja, ze denken dat hij in de Theems drijft of zo. Maar ze hebben niks gepakt. En hij zei, ja, de enige reden dat ze je niet kunnen pakken, is als je geen telefoon hebt, geen vingerafdrukken, geen gezichts-ID. Je staat nergens in de gezichtsherkenning, want anders dan pakt een of andere camera je wel op of zo. En als je gewoon helemaal anoniem als illegaal bent binnengekomen, dan kunnen ze niet. Maar ze maken zich daar ook absoluut geen zorgen over. Dus zal ze worst wezen. Want ze hebben wel weer iemand in de gevangenis gestopt die het al vorige keer over hadden, die stickers uitdeelde. Want dat waren heet stickers. En er worden per jaar, geloof ik, in de UK iets van, ik dacht iets van 3300 mensen opgepakt voor dingen die ze op de social media posten. Maar zometeen hebben we daar ook een bericht over. Ja, maar met zuuraanvallen of zo, dat mensen zuur in hun gezicht gegooid wordt, ja, dat hebben ze daar hebben ze eigenlijk geen aandacht voor. Maar dit soort dingen, ik denk ook dat bij zo'n politiebureau zo gaat of zo. Ja, we gaan bij Hans Thewen langs. Om wie heeft er zin om mee te gaan? Dat er dan gelijk een heel rijtje van politie. Oh ja, dat kan ik mooi. Ik wil eens kijken hoe die woont. En dan heb ik wat vertellen als ik vanavond thuis kom. Ik ben vandaag bij Hans Thewen geweest. Ik ben in het nieuws kwam ik of zo. Maar je ziet dat hij er opgewonden. En terecht ook. Dat hij, ze komen gewoon zijn huis binnen lopen. En dat is natuurlijk net zoiets als bij die Blackbox presentator. Die had het ook. Dat hij gewoon maakte wat video's. Opeens staat er een politieagent in zijn tuin door het raam te loeren. Van, hey, waar zijn wij mee bezig? Maar die maakte zich zorgen, hè? Dat was die maakte zich zorgen. Maakte zich zo zorgen. Als jij denkt dat je in een vrij land leeft, dan is dat een enorme shock, dit soort toestanden. Voor libertariërs is dit eigenlijk geen enorme shock. Het is wel vervelend dat je verwacht dat maar die weten gewoon wel wat voor samenleving het is. Dat de overheid eigenlijk gewoon een geweldsoperatie is. Maar voor een beetje toch mainstream komiek, die daar niet zo in zit, die weet niet wat hem overkomt, denk ik. Ja. Als je gelooft dat de overheid er was, ik denk dat in voor een gedeelte al niet meer geloofd hoor. Maar als je denkt dat de overheid er is om de burger te beschermen of zo, dan snap je dit soort dingen niet. Dan snap je ook niet waarom ze op het Museumplein of het Malieveld coronademonstranten in elkaar rossen. Maar wel op hun knieën gaan bij Black Lives Matter demonstraties in de corona. Maar als je libertariër bent, dan snap je wel een beetje hoe dat werkt. En de fiets van Dennis is waarschijnlijk nog steeds niet teruggevonden, hè? Om een oud thema terug te brengen. Ja, die zal waarschijnlijk nooit gevonden worden. Nee, want de politie heeft het druk met Hans Thewen lastigvallen. Ja. Het is natuurlijk ook voor die politie is het natuurlijk altijd de afweging geld. Als jij bij een brave burger langs gaat, loop je geen enkel risico. Ze wisten gewoon zeker met z'n zessen dat ze niet met mitrailleur voor begroet zouden worden als ze bij Hans Thewen op bezoek gaan. En dat het een artiestengun is. En dat gewoon onzin is. Terwijl vaker in filmpjes met dat ding gelopen. Ja? Dat is, ik ken het wapen inmiddels wel. Okay. Ik kijk wel vaker filmpjes van Hans Thewen. Mm. Dus, ook gewoon op tv ook nog. Dan is het helemaal belachelijk dat ze daar wat van zeggen. Als het gewoon bekend is, dan is het gewoon een treiteren. Maar ja, het is makkelijker om zo iemand te gaan treiteren dan dat jij in een of andere achterbuurt van Volkswijk van Amsterdam gaat kijken of ze daar drugs aan het verhandelen zijn. Want dan krijg je wel, misschien krijg je niet direct een kogel in je nek, maar misschien zijn je banden opeens leg gestoken de volgende dag. Of als ze uitvinden waar je woont, dan moet je je echt zorgen maken over je veiligheid. Hè. En dat hebben we bij Hans Thewen niet, dus de keuze is snel gemaakt. En ze hebben geen klanten, de politie. Het is niet zo dat je abonnement kan opzeggen bij de politie en van een andere politielid kan worden, omdat deze de kantjes eraf loopt of zo. En dat houdt natuurlijk het verlies van klanten, dat houdt een bedrijf op orde. Maar de overheid heeft geen verlies van klanten, want achter de belasting staat een pistool. Dus ze kunnen gewoon altijd het geld innen om de grootste politie, de grootste werkgever van Nederland goed employed te houden.
En ja, daar ga je niks aan doen, onderdaantje. Nee. Nee, maar goed, we hebben hier nog een bericht van iemand die gearresteerd is vanwege een... Nou, er is zelfs een jaar de cel in moet vanwege een bericht. Ja, een haatbericht wordt hier gezegd. We weten niet wat het is, maar hij had iets gepost in een privégroep. Ja. Ja, en de man is een ex-parlementariër. Hij wordt extreem rechts genoemd. Dus, misschien ongeveer dat hij wel in het midden zit. Nou ja, de overrechter van Bolkestein. Hè. Ik bedoel, Bolkestein die wilde de halve overheid privatiseren. En wij libertariërs de hele overheid. Dus feitelijk zijn we ook zijn rechtser dan Bolkestein. Dus. Ja, maar rechtse mensen zijn die altijd tegen de overheid. Dat dacht ik, volgens mij worden veel autoritaire regimes met een... die worden ook rechts genoemd, maar... Het voordeel gaat al mis bij een socialist, nationaal socialist die rechts genoemd wordt. Het is gewoon een term zonder betekenis eigenlijk, hè, extreem rechts. Dus dat betekent gewoon dat je niet bij het linkse klikje hoort. Eigenlijk denk je, linkse kan je nog wel betekenis voor vinden. Maar Michael Mellis die heeft zo'n test gehad waarbij hij zei... De manier om het uit te vinden of je links of rechts zit, als je aan iemand vraagt... zijn alle mensen gelijk? En je krijgt nee te horen, dan zijn ze rechts. En je krijgt een preek, dan zijn ze links. Ja. Ja, was je bijvoorbeeld, ik weet niet of je wel eens kijkt, Jimmy Dore. Dat is zo'n komiek, hartstikke links is hij eigenlijk. Mm. Van een blue collar links, zeg maar, noemen ze dat. Ja, oud links. Maar die wordt ook... Bernie Sanders die wordt ook links, ja, maar die is toen, daarom ben ik gaan kijken. Want die was op een gegeven moment, kwam hij erachter dat... ik ging me eerst kijken, maar ik wilde weten hoe linkse mensen dachten. Toen zat ik net in die periode dat hij erachter kwam dat Bernie Sanders gewoon een sell-out was. En toen draaide hij om van pro-Bernie Sanders naar Bernie Sanders is gewoon een... is niet wat we dachten dat hij was. Ja. En toen kwam hij erachter dat de Democratische Partij niet dacht wat hij was. En de squad was niet wat hij dacht dat hij was. Dat was. En nu is hij helemaal gedisillusioneerd in de politiek. En dat is wel eigenlijk wel prachtig. Ja. Dat je iemand langzaam toch een beetje naar het libertarisme ziet opschuiven. Maar zodra je dat tegen hem gezegd gaat worden, dan gaat hij weer zich heel erg distancieren van de libertariërs. Ja. Dus, ja, goed. Maar los daarvan, die man die wordt dus ook extreem rechts genoemd. Terwijl hij nog steeds, ik denk dat hij nog steeds oud-links is. Weet je wat het punt is? Ja, dat is helemaal vreemd dat je die extreem rechts noemt. Maar je hoeft maar in één puntje te verschillen met die linkse kerk. Dan ben je al een afvallig, hè? Als jij niet zegt, er zijn 63 genders, maar bijvoorbeeld je trekt de grens bij 5. Nou ja, dan lig je er al uit. Michael Moore... Ben je ook extreem rechts. Ja, maar Michael Moore ook gebeurd, geloof ik. Die had ook één dingetje waar hij niet helemaal in meering. Toen was hij ook gelijk, was het gebeurd. Maar wat ik hier vooral belangrijk aan vind, aan dit nieuws, is dat nergens staat er... Ja, de judge noemde het een racist, hateful Nazi negationist speech. Maar je leest nergens wat het nou was. Hè? En je weet gewoon dat die lui dat niet kunnen beoordelen. Dat die lui alles extreem rechts noemen, Nazi en hateful en racist. Waar ze het niet mee eens zijn. Dus je weet niet wat er werkelijk gezegd is. En dat zeggen ze ook niet. En ik denk dat ze het niet zeggen, omdat als je dat leest, dan denk je van... so what? Moet je hier een jaar voor de cel in? Ja. Er was wel nog een tweet die wat meer inzicht in gaf. Dat is de volgende trouwens. Meldingen schakelen. Niet nu, nee. Even kijken hoor. Ze hebben ook nog een jaar lang onderzoek gedaan. Hè? Miljoenen aan euro's van het belastinggeld zijn daar zo. Het is bijna een soort binnenhof. Ik ken de man verder niet. Ik ben niet zo thuis in de Belgische politiek. Maar was hij van Vlaams Belang of zo? Founder of Schild en Vrienden. Oké. Okay. Ja, Vlaams Belang, ja. Oké. Van Langehoven. Ja. Ja, ik denk dat dit soort dingen, dat ga je er niet zo onderhouden.
Ik denk dat het net zoiets is als Trump, dat mensen gewoon steeds meer de rechterlijke macht als een soort gecompromitteerd, gecorrumpeerd iets gaan zien, een politiek wapen van de tegenstanders, die gewoon alle tegenstanders gewoon de gevangenis in proberen te gooien. Of te ruïneren, of financieel bankrupt maken. Zo. Huh. En ja. Hij zegt hier, a years long investigation which the department wasted millions of euros taxpayer money shows that the activists cannot be charged with anything other than some memes, humor. Memes that I didn't even post myself, he said in a reaction. Oh. Dus dat is helemaal zo, Buffett. Dat is als veroordeeld worden voor January 6, die leider van de Proud Boys. Terwijl die niet eens aanwezig was in Washington. Oh, dus hij heeft die memes niet gepost? Nee, dat zegt hij, ja. Dus het was zijn groep of zo, hij was de beheerder of zo. En hij had de tweets niet verwijderd, zoiets. Dat zal dan zijn geweest, vermoed ik. Ja, het is totaal onproductief. Zelfs als het waar was en hij vreselijke dingen had gepost. Als je dit de kop in gaat drukken, dan is het niet weg. Hè? En dat denken ze altijd. Ze denken altijd van, nou, ja... ik ga gewoon enorme straffen uitdelen en dan is het weg. Nee, het gaat gewoon ondergronds dan. Je hebt het niet met argumenten gewonnen. Als je het niet met argumenten wint, maar met geweld, ja, dan betekent het gewoon dat het ondergronds gaat. Ik denk ook niet dat het doel is dat ze nou echt racisme willen bestrijden. Ze willen gewoon hun tegenstanders de bak in gooien. Ja. En daarom zijn dat soort wetjes er. En dus ja, racist. Ja, maar dat gaan ze ook verliezen, denk ik. Je kan wel een hele hoop tegenstanders de bak in gooien. Maar ik denk uiteindelijk dat die partij die wordt alleen maar sterker. Want wat er gebeurt is dat Barbara Streisand effect. Dat mensen gaan kijken van nou, wat heeft hij dan gezegd? Wat heeft hij dan gezegd? En dan lees je alleen maar dingen van anderen die zeggen over wat hij gezegd zou hebben. Maar je leest nergens wat hij gezegd heeft. En dat is gelijk al verdacht natuurlijk. Je moet niet vergeten. Kijk, heel veel mensen die gaan dat niet uitzoeken wat hij nou daadwerkelijk gezegd heeft. Die lezen dat. Oh, zie wel, hij zat racistische mensen. Die heb je ook. Die heb je ook. En daar zijn er heel veel van. Ja, daar heb je er ook heel veel van, ja. Maar er zijn ook mensen, dat Barbara Streisand effect, dat ze begon een rechtszaak. Omdat er iemand foto's van haar nieuwe woning had genomen. En ze wilde graag haar privéleven geheim houden, zeg maar. Ze wilde niet dat het publiek werd. En in plaats van dat ze via die rechtszaak die figuur de kop indrukte. Wat er gebeurde is dat iedereen ging kijken van, oh, waar woont ze dan? Die foto's wil ik ook wel eens zien. En die waren nog nooit zo populair geworden. Als er geen rechtszaak was begonnen. Dan had het gebleven bij die ene persoon. En juist door het de kop in te drukken, trek je een heleboel aandacht er naartoe. Ja, Patricia Pai en haar seksvideo. Foto's. Ja, dus echt iedereen, zelfs buitenlanders, die niet eens weten wie dat is. Je weet, oh, dat is die vrouw van die met die mond open staat terwijl er een straaltje in verdwijnt. Ik heb het videootje nooit gezien, maar ik had altijd het idee van dat het ook een publiciteitsstunt was. Ik ben nog steeds actief, hoor. Er is een schandaal en het schandaal is bedoeld om weer wat aandacht naar je toe te trekken. Ik zit in de datingcarousel en ik ben nog steeds kinky. Zoiets. Kan ook zijn, ja. Nee, goed, ja. Nou ja. Dus, ja, maar goed, ja. Dat is, ik hoop niet dat dit ook naar Nederland overwaait, hoor. Maar je verwacht dat haast wel, man. Ja, dit was toch ook wel... Pepijn van de FVD. Ik zag zo'n videootje van Thierry Baudet, die liep een vlogje te maken. En dan zeggen, ja, Pepijn proberen ze ook in de gevangenis te krijgen. En Trump en die Tate Boys. Het is wel heel algemeen geworden. Het is, ze proberen gewoon iedereen met een...
Ja, met Forum hebben ze het natuurlijk ook geprobeerd. Hè? En met Jenna zelfs, die zat toen ook in een groep. En dan waren dingen gepost en toen moest hij eruit. Mm. Weet je nog wel? Ja, je moet er gewoon altijd van uitgaan dat in zo'n groepje, dat er wat integranten bij zitten. Die er alleen in zitten om te proberen iedereen in de gevangenis te krijgen. En wat er gezegd was, was helemaal niet racistisch of zo. Het was gewoon nog ging over die IQ's, geloof ik. Mm. Oh ja, maar dat is ook een third rail van die Charles? Nee. De bell curve. Ja, de bell curve. Ik weet niet meer hoe die man heet, maar die inderdaad, ik ken het. Mm. Er was helemaal niks verkeerds in gezegd. Er komt alleen met cijfers aan en feiten en statistieken. En in één keer is dat racistisch, omdat iemand dat ooit gezegd heeft. Ja. Dus ja, het slaat nergens op, maar... Ja. Dus, dat is inderdaad... Ja, linkse mensen kunnen niet, of extreem linkse mensen kunnen niet zo goed tegen feiten. Hè? Dat, en wat ik laatst bijvoorbeeld ook hoorde, is dat... de nazi's hebben natuurlijk boeken verbrand en verbannen. En dat was, dat kwam uitgebreid in het nieuws. Bij elke holocaust video wordt er eigenlijk gezegd van, nou, wat kan er nou zo vreselijk zijn aan ideeën, dat je ideeën moet verbannen en boeken moet verbranden. En boek verbranden, dat is het ergste wat er is. Hè. En dan hoorde ik dat er de geallieerden na de capitulatie van Duitsland meer boeken verbannen hebben in Duitsland dan de nazi's hebben gedaan. Dus in principe zijn ze niet tegen boeken verbannen en meningen onderdrukken. Dat is, want anders hadden ze het alles vrijgegeven. Maar ik vond het wel interessant om te weten. Moet voor de gein eens kijken welke boeken expliciet verbannen werden en verboden werden. Daar ging het ook over. Dus op welke boeken did they burn? Toen dacht ik van verrek, dat heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd. Ik heb echt ik had een beetje een vaag idee bij wat voor boeken dat zou zijn dan. Boeken van Joodse schrijvers zo, of zo. Maar dat is inderdaad heel interessant dat je die vraag gewoon nooit stelt. Of dat niemand die eigenlijk ooit stelt. Weet jij welke boeken het waren? Nou, hij had er... Eén boek over, ook over een transgender gast. De eerste die de transgender operatie deed, die zat in Berlijn. En dat werd... er was inderdaad... voordat de nazi's aan de macht kwamen, was er een soort van cultureel marxistische sfeertje op de universiteiten. En dat, daardoor kreeg ze zo'n tegenreactie. Ja, want je hoorde dat... In diezelfde video, dat er waren iets van 100.000 prostituees in Berlijn. En je had een hele straat voor alleen voor moeder-dochterparen of voor verminkte prostituees. En je had, er was een Engelsman die ging naar Berlijn toe en die noemde het een bugger's paradise. Dus het was een paradijs voor homo's. En natuurlijk wat er met die bruinhemden gebeurd is, dat was ook allemaal met jonge jongetjes naar het schijnt. Moet je even een kanttekening bij zetten dat het opgetekend is door degene die ze vermoord hebben. Dus je weet nooit zeker of dat wel klopt. Wat ik weet van de NSD, de SA, dat was, hun noemen dat geen homoseksualiteit, maar kameraadschap. Want ja, die mannen, je had 4 miljoen mannen, die zaten dan gewoon, of tenminste een paar miljoen, die zaten dan, die hadden van die lange... Messen. Ja, drills, zeg maar. Nee, dat was daarvoor. Die waren even weg van hun vrouw. Dus dan gingen ze met elkaar op een kamp en dan gingen ze mannen dingen doen. Maar ja, af en toe hadden ze dus wel eens zin. En dan was het kameraadschap als je medekameraad even hielp. Mm. Met zijn odol, zeg maar. Met zijn ochtend... Ik weet niet wat daar van waar is. Zeg maar. Want eigenlijk zijn ze zwart gemaakt nadat ze vermoord waren. En dan moet je altijd een beetje een vraagteken bij zetten. Want dat is natuurlijk bedoeld om de lezer te laten denken van... dan is het niet erg dat ze vermoord zijn. Daar ga ik me niet druk over maken. Het waren toch een stel. Ja. Maar hoe dan ook, het blijft overeind staan dat kennelijk Berlijn inderdaad zo'n hele culturele, marxistische, decadente golf had. En het zal ongetwijfeld te maken hebben met die... hyperinflatie, denk ik. Hè. Omdat je natuurlijk daar vandaag van Versailles ging ze op geld drukken om de oorlogsschuld af te betalen. En door inflatie krijg je natuurlijk een veel kortere tijdspanne. Dus je gaat gaat heel anders in het leven staan, denk ik. Nou, het ging meer over hoe de inflatie opgelost was. Hè? Want dat was heel kort, dat was de eerste paar jaar van de jaren 20 had je dus in Duitsland de hyperinflatie. Ja.
Maar toen greep Amerika in en die hadden zoiets van, ja, we willen geen waardeloze markt terug hebben. Dus laten we even een programma uitrollen. Toen kreeg je een soort van Amerikanisering van de Duitse samenleving. Dus in alle bioscopen draaiden alleen maar Hollywoodfilms. Als je kijkt naar die eerste preken van Hitler, was het, oh, de Godwin is gevallen, jongens. was er een... Die zat heel erg te filmeren tegen de invloed van Hollywood. En dat waren allemaal Joden, zei hij dan. Dus, ja, maar ik denk dat het allemaal met elkaar te maken heeft, zeg maar. Het seksuele gedrag, het drugs. Vertelde hij ook dat cocaïne en heroïne overal te krijgen waren in Berlijn. En ik denk dat dat gewoon een gevolg is van... Ja, die Safedain Amous, die dat boek De Bitcoin Standard heeft geschreven, die heb ik wel eens een praatje in die Hoppe-conferentie. En daar zei hij dat er mensen waren die waren in de Bitcoin beland, omdat ze er drugs mee konden komen op zo'n marktplaats, een online marktplaats. Maar wat ze zagen is dat die Bitcoin, waar ze een joint van gekocht hadden, daar konden ze 3 jaar later een uitverkopen kopen bijvoorbeeld, of een auto of zo. En dat zorgde dat ze dachten van, ja, maar dat heb ik eigenlijk een hele auto opgerookt. En die zijn met de drugs opgehouden om in Bitcoin te gaan sparen. Dus je wordt er veel spaarlustiger van en minder consumerend en minder korte termijn behoefte. Je denkt, nou, ik kan nog wel wat langer met deze auto doen, want hoe langer ik wacht, hoe meer mijn geld waard wordt. En dat verdwijnt natuurlijk precies. Het gaat precies tegenovergesteld als je een hele hoge inflatie hebt. Dan moet je gewoon zo snel mogelijk en zo losbanden mogelijk te lijf gaan. Veel schulden in aangaan. Alles kopen wat los en vast zit. En ik denk dat de hele mentaliteit van mensen op zijn kop zet. En dat daar ook die seksuele dingen voor komen. Want je ziet het overal. Einde van het Romeinse Rijk was dat ook zo. En ik denk dat je het nu ook weer ziet. En het gevaar is inderdaad een soort tegenreactie. Dat op een gegeven moment een club mensen komt die zeggen, ja, nou is het mooi geweest. En het vreemde is ook dat, ja, dat had ik over te denken dat ze die Andrew Tate weer gingen arresteren. Dat aan de ene kant willen ze in Engeland de regering dolgraag met de Russen vechten. Ze willen gewoon... Dus niets liever dan ten strijde trekken tegen Poetin. En aan de andere kant zijn ze alle mannen aan het wegwerken. Alle succes zijn ze eigenlijk het land aan het uitjagen. Alle mensen die een beetje geld hebben, die worden aangepakt en die moeten weg. En illegalen worden binnengehaald. Mannen die zeg maar een beetje voor dingen op kunnen komen, die zouden kunnen, die de samenleving zouden kunnen beschermen. Dat is allemaal testosteron, toxic masculinity, en die worden eigenlijk ook allemaal opgeruimd of wordt ontmoedigd, zeg maar. En wat er heel erg voor zijn 63 gender LGBTQ types en transgender generaals en zo. En dan denk je altijd, ja, wat willen ze nou? Willen ze nou met die transgender space generaal die Russen te lijf gaan? Of, ik kan me haast niet voorstellen dat ze zo dom zijn. Maar het gaat wel samen inderdaad. Aan de ene kant de enorme vechtlust. Aan de andere kant alles wat kan vechten om zeep helpen. Eigenlijk ga je gewoon toe zitten werken naar een soort capitulatie of zo. Het is een vreemde combinatie. Ja, ik weet niet. Ik vermoed dat dat al die binnengehaalde immigranten, dat die uiteindelijk moeten gaan vechten. Ja, maar ik kan je ook zeggen, ja, waarvoor dan? Want die hebben juist aangegeven dat ze niet wilden vechten. Ze zijn uit een gebied weggegaan, maar ze dachten, nou, dat vechten, dat heb je niet veel aan. Ja, maar ik denk dat die immigranten er heel snel achter komen dat ze in het beloofde paradijs vrij weinig kunnen doen met een... Met hoe ze... Weet je wel, ze hebben niet de juiste... Ze zijn eigenlijk tweede rangs burger. Dus ze kunnen nooit... dus dan wordt er voorgehouden van, oké, jij wil eerste rangs burger worden? Nou ja, kom, neem even dit geweer, ga vechten en als je terugkomt, dan krijg je een huis. Ja. Weet je wel? Ja, maar ik kan ook... Ja, het is moeilijk ook om een alternatief te zien voor die mensen. Maar ik zou zeggen, als jij denkt, ik ga naar de vrijheid toe en je komt in Groot-Brittannië aan en zit daar een geweer in je hand en zeggen, nou, dit is onze samenleving. Het is een ontzettende klerenzooi geworden. Medisch werkt het niet. En economisch werkt het niet. En
En jij moet ervoor gaan vechten. En dan mag jij een onderdeel uitmaken van dit land. Dat die heel, ik ga nog een land verder kijken of zo. Want, maar dat, nou, misschien hebben ze die keuze niet. Hè? Ik denk niet eens dat er een vraag is. Dat er hun gevraagd wordt. Nee, hey, maar, jullie zijn hier, ga maar vechten jongens. Hoppakee. Ik denk niet dat je mensen aan het vechten krijgt als het echt helemaal verplicht is. Hè? Want dan gaan ze natuurlijk alles lopen tegenwerken. Maar die oorlogen zijn ook niet meer om te winnen. Hè? Nee. Dus dat maakt het niet uit. Ze hebben weer gewoon een hele hoop mensen die daar mogen sterven. En, ja, maar ik heb het idee dat politie pakken de winst. En ze willen wel graag een oorlog voeren, maar ze willen natuurlijk zelf niet vechten. Maar ze willen hem denk ik ook niet verliezen. Maar ze gaan er kennelijk... Als dat zo was, had Amerika al een aantal oorlogen gewonnen, hoor. Nee, maar ik bedoel, Amerika verliest de oorlogen in Afghanistan en Irak en zo. Ja. Maar die verliezen niet Amerika. Als jij bij het militair complex zit en jij woont in Californië of in Nevada of zo. Dan denk ik dat jij... gewoon geen enkel gevaar loopt. Ja, die oorlog is verloren, maar jij bent dik binnengelopen en jij... Nee, maar kijk, in Europa weet ze ook wel dat Poetin niet verder komt. Dat is het, denk ik, ja. Eigenlijk vertrouwen ze erop dat Poetin niet gaat aanvallen. Dat is net zoiets als met Irak. Toen ze Irak aanvielen, was dat eigenlijk een andere manier van zeggen, hij heeft geen weapons of mass destruction. Want het hele verhaal was, hij heeft massavernietigingswapens die hier in 3 kwartier kunnen zijn. En op het moment dat ze aanvielen, wist je eigenlijk van, oké, dat was bullshit. En ik denk dat daarvoor al hoor, maar... ja, maar dan weet je het zeker dat zij het ook weten. Ja. Anders zouden ze het niet doen. En ik denk dat het met Poetin ook zo is. Ze weten gewoon dat hij dat niet gaat doen. En daarom kunnen ze hem tot het oneindige tergen en het leven zuur maken. Ja. Maar dit soort dingen zijn moeilijk in de hand te houden, verwacht ik. Want het kan best zijn dat in Rusland ook een andere persoon komt die zegt van weet je wat, ik heb daar wat minder moeite mee bijvoorbeeld. Nee, maar sowieso het is heel moeilijk om land bezet te houden. Hè? Ja. Dus kijk, het oosten van Oekraïne, ja, die wilde gewoon bij Rusland te horen of in ieder geval vasalstaat zijn. Dus dat is niet moeilijk om dat bezet te houden. Maar als je een land bezet wil houden wat niet bezet wil zijn, dat is heel moeilijk. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar, zelfs als je het lege macht hebt van Rusland. Hoewel ik me wel eens afvraag, Nederland, heb je wel eens over gedacht, Nederland tijdens de bezetting, als er nou geen geallieerde troepenmacht geweest was, hadden ze dan die Duitsers weg kunnen krijgen? Nou, Nederland was eigenlijk amper bezet eigenlijk. Hè? Ja. Laten we er eerlijk over zijn. Ja, maar het is ook een land, denk ik. En het was ook zo dat als er verzet was, dan kwam de Duitse bezetter gewoon. Oh, dan schieten we het halve dorp dood als maatregel. En dan is het wel van, oké, laat dan maar zitten. En er zijn niet veel mensen die dan doorvechten nog. Ja. En los daarvan, cultureel. Kijk wat ze bedoelen. Kijk, hoe moet ik de vergelijking maken? Ik wil even Nederland vergelijken met een soort Oost-Oekraïne. Op zich past prima bij Duitsland, hè, cultureel gezien en alles. Dus het is... Ja, maar je hebt natuurlijk wat ze met de Joden deden. Ik kan je voorstellen dat het toch wel verzet voor kwam. En er was ook wel verzet met die februari-staking en zo. Maar er werd gelijk keihard kop ingedrukt. En toen was het ook wel zoiets van, ja, we kunnen eigenlijk niet winnen. We hebben geen wapens ook, hè. Dat is natuurlijk het hele punt. Misschien is het nu wel anders. Omdat je nu misschien makkelijker aan wapens kan komen. Dan toen. Dus als zij... Nou, Nederland was al ontwapend, hè, rond 1918. Want toen waren ze bang voor die Troelstra-revolutie. Ja. Wat achteraf helemaal niks bleek te zijn. En toen hebben ze dus die wapenwetten verscherpt. Dus waren al heel weinig wapens in Nederland. Ja, maar ik denk dat als jij maar een beetje hulp uit het buitenland kan krijgen, nu... Ja. Dan kan je gewoon een hoop drones laten komen. Dan kan je hele vervelende aanslagen mee doen. Je kan misschien zelf explosieven maken door een filmpje op te zoeken op het internet. Hoe dat gaat. Ik denk dat... Ghost gun downloaden. Ja, ik denk dat... Moet je wel zo'n printer hebben? Dat het nu moeilijker wapenvrij te houden is dan toen. Dat er misschien het verzet makkelijker te plegen is. Ondanks dat de... van tevoren een organisatie helemaal ontwapend is. Zeg maar. Die Houthis ook.
Ja, die hebben gewoon, wat hebben ze? Die hebben niet veel. Er stond een Sovjet-radar uit 1960, die is door de Amerikanen gebombardeerd. Die was al niet meer in werking. En ja, dan, maar met een paar drones kan je gewoon een hele scheepvaart behoorlijk moeilijk maken. En er valt niet op terug te slaan, want ja, waar moet je op schieten? Dus ja, ik denk dat, ja, misschien is dat wel anders. Ja, je ziet natuurlijk ook in Afghanistan, maar ja, dat zijn wel echt, dat is een landschap wat misschien makkelijker te bevechten is ook. Mm-hmm. Maar ja, dat niet vast te houden is. Niet door hele toegewijde Sovjets en niet door hele toegewijde Amerikanen. Het heeft gewoon. Ja, maar wat ik wil zeggen, het gaat erom dat een heel groot percentage van de bevolking wil. Is dat eens met die nieuwe bezetter? Of hebben ze er geen moeite mee? En ja, in de jaren 40 was het zo van, de meeste Nederlanders hadden geen probleem mee. En ja, dat de paar Joden weggehaald werden, ja goed, dat we kijken even een andere kant op en doen net of dat niet gebeurd is. Maar zo ging dat. Ja, er was natuurlijk een heleboel sympathie waarschijnlijk ook voor de Duitsers. En waarschijnlijk ook omdat de Nederlandse overheid... Nou, ik denk dat de meeste mensen onverschillig waren, hoor. Dus het kan er gewoon niks schelen, zolang wij maar gewoon ons eigen ding kunnen blijven doen. Ja, en dan komt er een andere overheid, ja, dat is onze worst wezen. Gelijk, dus gelijk ziekenfondssysteem. Oh, prachtige. Gratis gezondheidszorg. Ja. Ja, en het was pas toen met de hongerwinter dat de mensen in één keer zoiets hadden van, ja, dit willen we niet, ja. En dat kwam notabene door de staking, hè, van de spoorwegen. Van die hongerwinter door de staking? Ja, de oorsprong ligt bij een staking van de spoorwegmaatschappij. Hmm. De staatsspoorwegen, de SS. Want er kon geen kunstmest komen of zo? Of geen wat... Nee, de voedseldistributie lag toen stil. Want dat ging voornamelijk via spoor en dat was de bottleneck. En daardoor leden de mensen in de grote steden honger. Ja, en toen moesten ze het zelf maar komen halen. En toen gingen die Duitsers, die hadden zoiets. Hé, allemaal Nederlanders met geld die over de provinciale wegen gaan. Laten we daar even een blokkade neerzetten. En die mensen leegkloppen. Mm. Dan hebben wij weer wat geld. En als ze toch wat gehaald hebben, dan pakken we hun aardappels af. Mm-hmm. Dus, ja. Heil Bitcoin. Ja. Maar we zijn behoorlijk afgedwaald. We hadden het eigenlijk over die Belgen hebben nu over gehad. Het onderdrukken van verzetten, daar ging het eigenlijk over. En dat het eigenlijk altijd sterker wordt daardoor. Het is ook eigenlijk altijd zo dat de zittende macht, die wordt heel laconiek en laks en slordig. En ze geloven het wel, zeg maar. Ik hoorde laatst ook ook zo'n komiek, Bill Maher, geloof ik, was dat die. En die ging dan ook. Die ging iemand op de hak nemen. Wat was het nou ook weer? Die had gezegd. Ja, een spreker op een Republikeinse conventie. En die spreker die had gezegd. Die januari 6 insurrection, dat was helemaal niks. Dat moeten we de volgende keer beter doen, die insurrection. En. Ja, het was gewoon duidelijk, was het als grapje bedoeld. En hij had dat niet door. Hij dacht dat het serieus was. Helemaal pearl clutching. Dat geloof je toch niet. Dat er mensen zijn. Ze zeggen het gewoon echt. Ze zeggen het gewoon echt. Zeggen ze het. Toen zei iemand tegen hem ook. Ik denk dat het ironisch bedoeld was. Nou, ja. Oh. En als jij het zegt. Het betekent gewoon dat hij had gewoon niet eens geluisterd. Hij had niet eens de moeite genomen. Hij had gewoon. Hij geloofde het allemaal wel. En dat is natuurlijk het hele probleem met die machtselite. Dat ze op een gegeven moment geloven ze het allemaal wel. Dat hooguit. Was er nog de Bill Maher toen hij voordat hij bij HBO was? Of? Dat weet ik niet. Nee, het was recentelijk. Okay. Was heel recentelijk dit. Oké. Ja, af en toe moet hij inderdaad nog heel veel bijgespijkerd worden. Zijn ontwaking gaat heel langzaam. Ja, dat is Bill Maher. Ja, hij is een beetje ontwoken, is hij wel, hè? Hij is ontwoken. Een beetje, maar het gaat heel traag. Af en toe moet hem heel veel uitgelegd worden. Dat heeft hij allemaal niet meegekregen toen hij nog in die liberal bubbel zat. Hmm.
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nee, ik heb het niet, niet gezien, dat filmpje. Maar... Ja, ik hoorde het meer iemand analyseren. Die haalde die, die clip eruit. Dus, ja, hij heeft toch gewoon niet voorbereid. En dat is het punt. Ze doen hun huiswerk niet meer op een gegeven moment. Nee, en nee, en nee. Degene die in het verzet zitten, doen hun huiswerk driedubbel goed. Want die weten zeker dat ze het helemaal... En dat merk je ook bij COVID bijvoorbeeld, met die vaccins, dat wat ze wappies werden genoemd, die hadden allemaal alle rapporten gelezen en die kon je nergens mee om de oren slaan, want die wisten helemaal waar ze het over hadden. En daarentegen, de andere kant, die had helemaal niks gelezen, die wist nergens wat vanaf, die vertrouwde gewoon follow the science en het zal allemaal wel. Ik weet alleen dat mensen die het tegen zijn, dat zijn hele domme wappies, die zomaar wat gaan. En het is nog steeds zo, hè, want... Ik lees het net ook weer in RTL staat er dan van dat kinderen worden minder gevaccineerd omdat ouderen ergens wat lezen of zo. En daar zijn ze dan boos over dat mensen ergens wat lezen. En er wordt dan ook weggezet als die mensen die weten niet waar ze het over hebben. En ik ga er ook geen discussie mee aan. En ik roep toeters er gewoon weg. En het rare is dat inderdaad het verzet, de underdog, die zit altijd het best in zijn informatie, in zijn onderbouwing. Die is het best voorbereid. Dat is natuurlijk zo. Nieuwsbericht was dat de vaccinatiegraad nam af. Ik heb het gehoord, ja. Ja, dat komt natuurlijk wel degelijk omdat mensen terecht bij dat vorige product iets hadden van, ja, wacht eens even. Dat werd inderdaad ook gezegd, ik heb het op de radio gehoord, er werd inderdaad ook gezegd van, en dat komt waarschijnlijk door COVID. En daardoor zijn mensen kritisch geworden op vaccinatie. Dus oké. Ja. Mensen hebben dus waarschijnlijk een ontevreden ervaring gehad met dat product van jullie. Er staat te weinig vaccinaties. Kind de dupe van wat ouders ergens lezen. Alsof ze hun onderzoek niet goed doen. En dat komt dan van mensen die gewoon nog steeds niet doorhebben dat de bijwerkingen of de charts waren. Dat elk ander product was er gelijk voor teruggeroepen. Dat er een liability waiver is die niet voor niks is. Dat er oversterfte is. Maar dat is het vergelijk van uitgaan van... Oh, die mensen hebben iets gelezen. Ja, hallo. Dus iemand die heeft een hartspierontsteking gekregen of zo. Ja, kan ook, ja. Zou dat het kunnen zijn? Of, mensen die opeens... Ik hoorde laatst ook iemand. Die was helemaal voor vaccinatie. Was die altijd. Statisticus. En die had een groot bedrijf had hij opgezet. En... Toen kreeg hij opeens, hoorde hij van iemand, die waren drie familieleden waren er, hadden een hartaanval gehad. En toen kreeg hij een huisschilder op bezoek. En je zegt, je draagt een face mask. Dat hoeft niet als je geïngeënt bent, dan hoeft dat niet meer. Toen zegt hij, ik kan de inenting niet nemen, want ik kreeg bij de inenting na twee minuten na de inenting een hartaanval. En je kan natuurlijk allemaal zeggen, ja, dat is allemaal toeval en helemaal geen oorzaak-gevolg bewezen en zo. Maar die vent, die dacht, ik ga eens even goed onderzoek doen en ik ben een statisticus, ik ga het helemaal nazoeken. Die ging het helemaal nazoeken en die ontdekte gewoon, inderdaad, je sterftekans was groter als je meer van die prikken had. Hoe meer prikken, hoe groter je kans op een hartaanval. Dan kan je zeggen van ergens wat lezen en wappie. Nee, dat is iemand die dus doorkrijgt. Die eerst geloofde in het systeem en de data zal wel kloppen die je krijgt. En het zal wel allemaal in orde zijn. En dan zelfs maar het onderzoeksrapport van Pfizer gaan lezen of zo. Van Pfizer zelf over wat ze nou precies getest hebben. Dat is al voldoende om je haar overeind te zetten. Maar dat doen al die mensen niet. Maar het verzet dat in de verdrukking zit, die doen altijd hun huiswerk dubbel dwars goed. Want die weten dat ze bij het minste geringste foutje worden ze weggezet als misinformation agent en zo. En dat is ook zo raar dan zeggen ze kind de dupe van wat ouders ergens lezen. Maar ik las ergens anders dat er nou in Amerika enorme mazelen uitbraken zijn vanwege al die asielzoekers die allemaal opeengepakt in een asielzoekerscentrum zitten of in een sporthal of zo. Maar het raar is dat hun agenda is helemaal van, het zijn geen
illegals. Het zijn, zoals bij Biden onlangs gebeurde, dat Biden... Undocumented. Ja, Biden noemde per ongeluk, zei hij... Ja, hij werd uitgedaagd om een slachtoffer van een meisje dat vermoord was, om haar naam te roepen. Dus Lincoln Riley. Het was Lark Riley of zo, ik weet ook de naam niet. Maar hij had het natuurlijk wel moeten weten. En die was vermoord door een illegal immigrant. En toen werd gelijk Nancy Pelosi zei, Biden is fout, hij had geen illegal mogen nemen, geen mens is illegal of zo. Undocumented. En toen ging dus inderdaad... excuses aanbieden dat hij, niet dat hij haar naam verkeerd zei van het slachtoffer, maar dat hij de moordenaar illegal had genoemd in plaats van undocumented. En daarna zei hij ook nog, ja, op dit soort mensen is het land gebouwd, is Amerika gebouwd, is het, illegale immigranten die mensen vermoorden, daar is het jonge meisjes vermoorden, daar is het op gebouwd kennelijk. Maar waar we ook weer terechtkomen, dat dat het standpunt van dat hele immigranten zijn allemaal geweldig en vaccinaties zijn ook geweldig. En mazelen zijn vreselijk. Dat spoort niet met elkaar natuurlijk. Want aan de ene kant willen ze dit op gang houden. Je kan geen kwaad woord zeggen over ze, maar kennelijk veroorzaken ze wel allerlei epidemische uitbraken. Waar ze dan ook weer heel erg fel op zijn. Dus, maar ze gaan die mensen vast niet verplichten om vaccin te nemen. Dat was ook wel leuk. Ik hoorde nog... dit zei die Andrew Tate ook. Niet dat ik nou een regelmatige luisteraar ben, maar ik heb toevallig eentje geluisterd van hem. En ik vond wel interessante punten in zitten. Want hij zei dan bijvoorbeeld, de daklozen en de miljardairs, die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Want zowel de daklozen, die heeft het vaccin niet genomen. En de miljardair heeft het ook niet genomen. Alleen de middenmoot, die moest om zijn baantje te behouden dat de vaccin nemen. En tegelijkertijd zegt hij, en de daklozen die wordt er achter elkaar in de gevangenis gesmeten en komt de hele tijd met de justitie in aanraking. En de miljardair ook, want die wordt, net zoals Trump of hij, die worden de hele tijd achterna gezeten omdat ze wat geld zouden hebben verdiend wat niet was opgegeven. Zo. Dus hij zegt, die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten die twee. Dat zou je niet, dat zou je niet gelijk aan denken, maar er is wel een idee waar je wat mee kan, ja. En het is ook zo dat vaak die miljardairs die hebben ook al hun bezittingen weggestopt. Dus die zijn eigenlijk ook... Die krijgen ook geen verkeersboete, zei die geloof ik ook nog van. Die daklozen krijgen geen verkeersboete. Als die een auto leent, want het staat toch niet op zijn naam. Maar die miljardair ook niet, want die auto staat ook niet op zijn naam. Omdat hij alles uit in een trust heeft zitten of zo. Ik denk dat ze niet achter Bill Gates of Warren Buffett aan gaan. Nee, sowieso niet, nee. Nee. Maar waar gaan ze wel achterna? Hier Amsterdam gaat e-bikes afremmen op afstand met dit nieuwe systeem. Vandaar dat mijn fiets de hele tijd afremt bij 25. Ik vond dit wel... Kijk, het hele verhaal met die elektrische auto's... wat allemaal door de zogenaamde wappie-conspiratie-figuren gezegd werd. Dus die kunnen ze op afstand uitzetten. Er zit gewoon een chip in. En dan zetten ze wel van... jij gaat... Als jij je vaccin niet neemt, dan doet je auto het niet meer, zeg maar. Dan kan je opeens ook niet meer naar je werk toe. Of je kan nergens meer naartoe. Nu gaan ze dus in Amsterdam al beginnen met e-bikes. Dat ze gewoon de trapondersteuning op afstand uitzetten. Rond bepaalde gebieden worden elektrische fietsen dan automatisch afgeremd. Oké. Al sinds 2021 werkt de non-profit organisatie Town Making Institute in samenwerking met provider Odido aan het systeem dat automatisch op afstand de maximum snelheid van elektrische fietsen kan terugbrengen. Daarbij wordt de trapondersteuning teruggeschroefd in de buurt van een kwetsbaar gebied. Zoals een druk kruispunt, een druk fietspad, een school, een park. Het is altijd natuurlijk om de onderdaan te beschermen. Dus een veiligheidsgordel en airbags en zo die allemaal verplicht zijn. Want, kan dat met iedere elektrische fiets? Nou ja, dat moet denk ik wel voor aangebracht worden. Ja, maar hebben die alle elektrische fietsen automatisch internet? Nee, dat moet dan maar verplicht worden gesteld, denk ik. Bij mij heb ik nooit... Ik weet dat bij mijn slot kan ik wel
Ja, dat heb ik nog steeds niet gedaan trouwens. Maar ik kan een... oh, nooit in de divet ook. Maar ik heb een slot van €200. En daar kan ik ook met mijn contact met mijn mobiel mee maken. Ik heb dat nog niet ingesteld. Want ik weet niet eens hoe ik dat moet doen. Maar dan krijg ik een melding als het alarm afgaat. Hij staat nou, hier, het werkt alleen met e-bikes die zijn te traceren via GPS en die een apparaatje hebben om via mobiel internet de slimme snelheidsaanpassing. Oh, het is slim. Te ontvangen. Voordat het systeem door grote groepen inwoners kan worden gebruikt, zijn we jaren verder, mocht het plan van de gemeenteraad komen. Dus het is test door vrijwilligers. Maar dit soort dingen, dat is natuurlijk een ballonnetje oplaten om uiteindelijk... verplicht te stellen. En er is natuurlijk een of ander vreselijk ongeluk dat daar dan de aanleiding voor is. Het staat een hele plan al in de stijgers. Je moet alleen nog even wachten op een ongelukje. Ja. Nou, die zijn er staat daar, de vrijheid van fietsers. De techniek is volgens hen een minder groot probleem dan de reacties van de bevolking. Van der Horst verwacht dat er wel een maatschappelijk debat zal ontstaan. Dit plan doet iets met het gevoel van vrijheid van fietsers. Anderzijds doet de vrijheid van nu ook iets met de vrijheid van anderen. Die wordt beperkt door het harde rijden. Het leuke is, ik rij heel veel. Mensen die hard fietsen, letten op. Degene die niet op letten, dat zijn die scholieren die de hele tijd op hun telefoontjes kijken als ze aan het fietsen zijn. Ja. Het mooie is dat ze ook... En die dan met 5 naast elkaar op een heel klein fietspad gaan rijden, weet je wel. Ja. Ja, en dan zitten ze allemaal op een mobieltje te staren en te slingeren. Ja, ja. Het punt is dat het hier ook weer in libertarische termen wordt gezet. Hè? Dat is ook wel mooi. Als ze zoiets in willen voeren, dan het heeft... mijn gevoel van vrijheid gaat wel weg als de overheid mijn fiets kan uitzetten op afstand. En dan is maar je maakt ook inbreuk op de vrijheid van anderen door hard te fietsen. Dat is ook altijd, dat werd zelfs bij het COVID-vaccin gezegd. Hè, van, nou, het is niet verplicht, maar je bent zelf eigenlijk een moordenaar. Als jij op het schoolplein rondloopt met ongevaccineerd, dan ben je eigenlijk een soort met een mitrailleur aan het schieten. En daarmee breng je de vrijheid van anderen in het gevaar. En jouw vrijheid... om je vuist te slingeren, eindigt bij iemand anders zijn neus. En eigenlijk doen ze alle libertarische trucendozen om dit soort totalitaire shit er doorheen te krijgen. Omdat mensen eigenlijk uit principe allemaal libertarisch zijn. Ze weten dat je een oorlog, dat je die niet mag beginnen. Maar dat je altijd een vals vlek moet hebben waarop je reageert en dat je dan defensief je mag wel in actie komen want je mag ze wel bevechten voordat ze jou bevechten, je mag ze wel daar bevechten voordat ze jou hier bevechten en het is altijd een soort libertarische verklaring zit er al vast, ondanks dat die mensen nooit van libertarisme gehoord hebben, maar toch voeden ze allemaal aan van we moeten dit als een soort zelfverdediging framen en dat doen ze met die fietsers ook, want je brengt anderen in gevaar met je harderij. En hun vrijheid zijn wij hier om te beschermen. Ja. Dat is weer net communistische Amsterdam, hè? Waar je geen eens een propwapen mag hebben. Ja. Ik denk dat dat niet... ik weet niet. Wat zal de werkelijke reden zijn dat we Hans Steeuwen lastig gevallen hebben, denk je? Nou, ik geloof dat Hans Steeuwen ook wel politieke incorrecte dingen zegt, toch? Over nieuwkomers. Over undocumented persons. En hij is natuurlijk ook... Was hij dat nou, die over Theo van Gogh en zo? Die was er ook een vriend van Theo van Gogh. Hij is kritisch op de islam. Ja. Hij heeft behoorlijk wat grappen over religie gemaakt ook inderdaad, in het algemeen. Maar ook islam daaronder valt er ook onder. Ja, dan zit je al in de hate speech hoek, hè? En hij is voor vrije meningsuiting, dat is een dingetje van hem. Vraag me af hoeveel... mensen denken van, ik moet mijn biezen maar eens pakken. Er zijn natuurlijk nu al heel veel boerenzonen die zeggen, ik ga wel ergens anders naartoe, want in Nederland wordt het niet meer. Mm-hmm. Maar het is overal aan de gang, hè.
in België worden de boerderijen ook al niet voortgezet. Nee. En uiteindelijk krijg je één groot landbouwcollectief. Onder de overheid. Ja, onder de overheid. Ja. Wil je nog een berichtje over klimaat? We gaan even naar het klimaat toe. Klimaatverandering is... kijk hoor, maakt de berggorilla dorstiger. Ja, okay. Dit is weer de gebruikelijke lijstje van de... Boze spinnen, ja, gekke spinnen paaien. Worden bozer door klimaatverandering. En daar worden ook mountain gorilla's worden dorstiger door klimaatverandering. Oké, dat... Ja, dat... Dat tast onze manier van leven. Wij moeten daardoor minder vrij gaan leven. Ja, het is een gekke huis in het klimaat. Ja, het is, het is natuurlijk weer zo'n onzin onderzoek. Maar ja. Al met al, als je de hele boel bij elkaar zet, dan begin je toch langzamerhand te geloven. Dat is een onderzoeker die heeft weer subsidie gekregen door dit artikel. Ja, als je gewoon als onderzoeker graag naar mountain gorilla's wil kijken en een beetje fotograferen en een beetje gedrag vormen en zo, dan krijg je waarschijnlijk geen subsidie als je daar niet klimaatverandering in zet. Dus ja, dan kom je met zoiets. En dat is ook zo, mensen die die fondsen uitdelen, die hebben gewoon een bingo lijstje van ik moet fondsen goedkeuren. En even kijken, ik moet kijken of ze aan de maatschappelijk relevante topics voldoen. Oh, klimaatverandering, racisme, ik moet nog zeggen zwarte gorilla's. Zwarte mountain gorilla's, ze worden dorstigers. Nou, dan heb je helemaal weer nog een thema afgedekt en dan kan je daar wel geld voor krijgen. Ja, we hadden er nog eentje geloof ik. Even kijken hoor. Ja, Europa moet rekening houden met een nieuwe ijstijd. Ja. Er bestaat een grote kans dat een belangrijke golfstroom in de Atlantische Oceaan komt stil te vallen. En zeggen ze een belangrijke golfstroom. De warme golfstroom is dat gewoon. Dat blijkt onderzoek van de wetenschappers van de Universiteit van Utrecht. Die daar natuurlijk ook weer voor betaald zijn. Maar het vreemde is dat ze nou met een nieuwe ijstijd komen. Dat hebben we al eerder gehoord. Dat ze zeggen, ja, door global warming kan er in Europa een ijstijd uitbreken. Maar de gletsjers smelten ook in Europa. Maar dat kan gebeuren, want die golfstroom zou opeens stil komen te liggen. En die golfstroom, dat is het effect dat koud zout water echt zwaar is. Dus dan krijg je rond de evenaar wordt het water opgewarmd en dan wordt het zouter gemaakt. En dan verplaatst het water wat afgekoeld is en minder zout bij de Noordpool. En dat zakt dan zakt daar naar beneden. En omdat het naar beneden zakt, zuigt het weer nieuw water vanuit het warme zuiden aan. En dan krijg je een soort pomp. Eigenlijk is het gewoon een soort convectiepomp. En die aangedreven wordt door de zon op het midden, bij de evenaar. Dat zou kunnen. Het is wel eens eerder gebeurd dat stilgevallen is. En eigenlijk hebben wij hier een heel warm klimaat. Want we zitten op dezelfde. Ik geloof dat zelfs Lissabon op dezelfde hoogte zit als New York of zo. En die hebben natuurlijk een heel ander klimaat daar. Dus jij zit hier op ergens in de hoogte van Canada. Waar je normaal een heel vreselijk koud klimaat zou hebben. En dat is warm door die warme golfstroom. En ja, het is wel eens eerder gebeurd, geloof ik, in de geschiedenis dat die stil is komen te vallen. Maar dat zou ook kunnen zijn gekomen doordat er een hele hoop water uit die Great Lakes kwam of zo. Dat die doorgebroken zijn, dat daar zoet water in stroomt. En als er zoet water bij komt daar, dan valt die pomp even stil. Die golfstroom neemt in kracht af. Huh? Maak al enige tijd metingen van de stroom. Vanwege veranderde weerpatronen, het klimaat en natuurlijke variabiliteit zien we veel variatie. Dat is op zich normaal. Ja, daar moet je altijd bij uitkijken. Want er werd ook gezegd dat de Great Barrier Reef, dat het hele koraal aan het verdwijnen was. En opeens was het, het is eigenlijk het grootste koraal ooit. En daarvoor waren ze nog heilig van overtuigd dat het door opwarming van de aarde aan het bleken was. En dat bleek toch allemaal onze onderzoek te zijn. Het enige wat dat bleek was nonsens. Dit is onmogelijk te voorspellen, verwacht ik.
Maar het raar is dat ze dan global warming worden het ijskoud. Ja. Maar dat is wat mij. Ik kan niet veel meer herinneren van wat ik op school geleerd heb. Maar dat stonden we nog wel bij. Dat er een nieuwe ijstijd zou aankomen rond. Wat dat zou zijn, 2050 of zo. Ja, werd wel eerder gezegd, ja. 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 Dus de leraar zei van ja, je zal nog meemaken in je leven dat er allemaal palmbomen aan het strand staan hier. En dat er in Nederland weer wijnbouw zou komen. En Engeland ook, want het was er toen ooit in de Romeinse tijd, was daar wijnbouw. En dat komt allemaal weer terug. Maar dat is maar van korte duur, want dan komt er een nieuwe. Ja, dat was gewoon de les over de ijstijd. Ja, ik weet het natuurlijk ook niet. Maar het is. Er is een. De medieval, er is een medieval warming period geweest, dat er inderdaad druiven verbouwd worden. En ook een mini-ijstijd is er geweest in de middeleeuwen. Dus dan denk je van, waar ga je dat allemaal mee verklaren? Niet ga je niet met CO2 verklaren, want dat was niet zoveel, stelde niet veel voor toen. Nee. Dus kennelijk kan dat op allerlei dingen, van allerlei dingen afhangen. En nu is het alsof er alleen maar een CO2-knop aan het klimaat zit. Ja. En wat ik ook vreemd vind, is er komt er een ijstijd en dan gaat de zeespiegel weer 80 centimeter stijgen. En dat zie ik even helemaal niet gebeuren. Als ik een ijstijd dat is ook al helemaal debunked. Gewoon, dat kun je heel logisch debunken van de hoeveelheid water. Nou, ja, als je water hebt dat drijft in ijs, als het drijft, dan maakt smelten niks uit voor het niveau. Die ijsberg die verplaatst gewoon toch al dat water eigenlijk. Die zit al voor het grootste gedeelte onder water natuurlijk. Dus net zoals als jij een glas water hebt met een ijsblokje erin en het ijsblokje smelt, dan gaat het waterniveau ook niet omhoog. Nee. Dus maar je kan hooguit zeggen aan de Zuidpool, daar is landijs en het landijs smelt. En Groenland ook geloof ik. Dat zou dan wel uitmaken. Maar het hele rare is dat als jij een ijstijd verwacht, als de warme golfstroom uitvalt, dan ga je geen smeltend ijs zien op de Noordpool. Want die warme golfstroom werkt allemaal warm water naar de Noordpool toe. Nee, wat ik wilde zeggen is van, kijk, het meeste water wat op deze planeet zit al in de oceanen en de zeeën. Mm-hmm. En het zit een heel klein beetje, en dan gaat het om kleine percentages zitten in rivieren, meren. En op bergtoppen. Hm. Dat is bijna niks. En de rest van de kleine percentage wat nog niet in de zeeën zit. Zit in ijs. Dat zit in alles wat leeft. Hm. Jij bestaat als 70% uit water. En al die paar miljard andere mensen ook. Die mieren. Daarnaast heb je allemaal dieren. Hm. Er staan ook voor een groot gedeelte uit water. Dus dat is al het water wat er is. Dus, maar het meeste zit gewoon al in de zeeën, dus in de oceanen. Dus als er wat gaat smelten op bergtoppen, dan is dat een druppel op een... Het vreemde is, dan zeggen ze, het oceaanwater wordt door het smeltwater rond Groenland zoeter. Hierdoor raakt de circulatie van de golfstroom totaal verstoord. Maar als die golfstroom stopt, dan stopt de aanvoer van warm water. Dan wordt het er een heel stuk kouder. Dus dan houdt dat smelt ook vanzelf op. Dat lijkt me iets wat je al heel snel kan bedenken. Dit. Sowieso blijft het daar gewoon koud. Omdat het gewoon... er kan geen zon komen. En alleen het punt is, die as die wiebelt een beetje. Ja. Dus die Noordpool die gaat nu meer richting Siberië. Dus daar wordt het kouder. Dus jammer voor de Russen daar. Maar... Ja. Ik denk dat het gewoon zo'n ingewikkeld systeem is met zoveel terugkoppellussen, dat het gewoon heel moeilijk is om daar voorspellingen over te doen. En je moet sowieso, je modellen moeten het verleden kunnen voorspellen. Zeg maar. Je model moet kunnen aantonen dat er een medieval warming period is en een little ice age. Als je model dat al niet kan voorspellen, dan is het dus kennelijk niet goed. Ja. Je moet terug in de tijd gaan. Dat doe je met aandelenmodellen ook al. Als je aandelenkoersen modellen wil om het te voorspellen, dan ga je eerst oude data nemen. Die geef je maar data tot een bepaald moment, vlak voor de crash. En dan kijk je of die de crash kan voorspellen. Als die de crash niet kan voorspellen, dan is het model al niet goed. Ja,
Ja, goed, ik heb het idee dat ze dit is wat ze dus vaak doen. Want dat is ook met dat hockeystickmodel, weet je wel. Dan kijken ze, oh, ja, het gaat omhoog, oneindig, nee. En dan blijkt het gewoon dat het weer omlaag gaat en weer verder. De oude voet. Dus ja, dus... Ja, wat dat betreft doet het een beetje aan aandelen denken. Dat zijn natuurlijk ook uitvloeisels van een hele complex mechanisme van allerlei elementen die samenwerken en tegenwerken. En daar komt dan een bepaalde koers uit. En als jij denkt van, oh ja, er zit een trendlijntje in of zo. En dan opeens gaat hij weer de andere kant op of zo. Als jij denkt dat het omhoog gaat, dan gaat het omlaag. Als je denkt omhoog, laag gaat, dan gaat het weer omhoog. Er zitten allerlei verschillende krachten die daarin samenkomen. En zoveel krachten dat het heel moeilijk voorspelbaar wordt. En dat is bij het klimaat ook zo. De groeien dingen, die nemen CO2 op. Die zorgen dat de weerkaatsing anders wordt. Als het warmer wordt, komen er meer waterdampen. Waterdamp is ook een broeikasgas, maar het is ook een wolk die dingen reflecteert. Zon reflecteert. Er zijn zoveel terugkoppelussen. Ja, maar kijk, hè, wat hadden wij nog meer hier? Neil Young. Ja, Neil Young. Oh, dat is een hele grote stap. Ik dacht dat... ik dacht dat we nog een klimaatberichtje hadden, maar nee. Ja, Neil Young is weer terug. Van weg geweest. Dat is leuk. Meestal hoor je dit soort dingen niet. Je hoort altijd de dorpjes ingesneeuwd, maar nooit het dorpje is weer sneeuwvrij. Daar hoor je Neil Young met veel bombarie van, oh, Joe Rogan, misinformatie, ik ga mijn muziek van Spotify halen. Nou, ik moet er even bij zeggen, hij heeft dat zelf niet gezegd, maar ze degene die zijn muziek bezit. Oh, ja. Want deze hippie, die koos voor het grote geld, die heeft al zijn muziekrechten gekocht. Net als al zijn maatjes van Crosby, Stills, Nash & Young, de hele meut. Al die rechten die oh, zoveel miljoen waard. Oh, wow, miljoen. Ik zit nog steeds in die oude blokhut in Laurel County. Ja. Naast Frank Zappa, die al lang niet meer leeft. Ik wil nou ook wel eens een villa hebben. Zit die dood te zijn naast zijn hut? Ik wil nou ook wel een villa aan de zee hebben. Dus, hartstikke idee, ik ga voor het grote geld. Dus dat hebben ze allemaal gedaan. Dus ze hebben helemaal geen inspraak op hun eigen muziek. En het waren die, die muziekmaatschappijen die hadden al die muziek. En die besloten dat. Ja, dat die moesten aan de hoe dat, die SGP, wat was die doelen? DSG. Hoe moest dat ook weer? Een afkorting. Drie letters. Ja, je hebt de Development Goals. De Sustainable Development Goals, SDG. En je hebt de ESG. In ieder geval vanwege diversity. Vanwege dat moesten ze dan de muziek weghalen vanwege Joe Rogan. Environmental Social Governance, ESG. En nou, die andere had ik er net, maar die ging never kwijt. Maar wat ook wel mooi was, dat ging om Joe Rogan dan. Nog een aantal stellingen over het coronavirus die in Jongs ogen niet klopt. Er staat ook besloten zanger de stekker uit het samenwerkings... Is dat zelf niet besloten? Volgens nu.nl wel. Maar de show van Rogan is sinds kort ook bij andere diensten beschikbaar. Ik kan Apple en Amazon niet zomaar verlaten, schrijft Jong op zijn eigen website. Dan zou bij muziek nog maar heel weinig afzet vinden bij muziekliefhebbers. Daarom ben ik teruggekeerd op Spotify. Ik durf te wedden dat hij dat zelf niet gezegd heeft. Nee, want ze hebben hem ook, dat was ook, in die tijd hadden ze hem ook zelf persoonlijk gevraagd waarom hij van Spotify was. En hij wist helemaal niet eens wat Spotify was. Ja, als je een paar miljoen gehad hebt en je heet Neil Young, dan ben je de hele dag stoned waarschijnlijk. Ja. Nou, dat weet ik niet, maar het is, alles wat laat je, wordt uitbesteed. Dus, dus die heeft, zit gewoon lekker de hele dag op het strand met een pina colada of zo, weet ik veel, Nou, Jong haalde ook diverse andere muzikanten, onder wie David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash, met wie Jong de band Crosby, Stills en Nash en Jong vormde hun nummers van Spotify. Zij keerde al eerder terug. Wel grappig, want sommige van hun zijn dood, hè? Die keerde dan terug. Die schreef waarschijnlijk ook op hun website een verklaring dan. Ja. Wat was het met die snor, hoe heet hij nou? Crosby.
Volgens mij was die dood. Ja. Ik weet niet, het was voor mijn tijd, maar ik weet wel wie ze zijn. Daar wat over komt. Ja, het is de muziek van de generatie voor mij, zeg maar. Ja, het is... maar het is wel inderdaad grappig dat het... want kijk, Robert zit nog wel op Spotify, toch? Wie? Joe Rogan? Ja. Ja, dus alleen omdat hij op meerdere platformen nu... Ja, maar hij zat toch altijd al op meerdere platformen? In plaats van... Nee, hij is bij YouTube weggegaan naar Spotify toe. Maar hij zit er bij... Ik zie hem nog steeds ja, op YouTube. Ja, maar op YouTube dus... zitten clipjes. Volgens mij zet iemand die clipjes erop... Oké. Gewoon teasers om de mensen weer naar Spotify te halen. Oké. Maar het mooie is wel dat in plaats van Joe Rogan de mond snoeren, is Joe Rogan nu ook naar andere platformen gegaan. protest heeft precies het omgekeerde bereikt. Want het doel was van nou, dit zal zorgen dat Spotify Joe Rogan de deur uit doet. Nee, Amazon en Apple Music nemen hem ook nog over nou. Ja. Het heeft niet echt geholpen. Ja. Nee, ja, goed. Ik vind het wel grappig. Het is, ja. Hier, Crosby werd sinds zijn dood, de dood van zijn vriendin Christine Hinton in 1969, geflankeerd door twee meisjes met wie hij zich aanhoudend terugtrok in zijn niet afgesloten hotelkamer. Dit leidde tot ergernissen bij anderen die bij binnenkomst moesten toezien hoe zijn vriendinnen hem bevredigden terwijl hij blode, dronken en zakelijke telefoongesprekken voerde. Ja, het is David Crosby bij ten voeten uit, ja. Was dat in dat nu.nl artikel? Nee, ik zit even de Wikipedia te kijken of ze inderdaad, inderdaad dood zijn. Maar het is, kijken of ik het al... Ja, David Crosby was overleden, geloof ik. Ja, moet ik wel even... Ik weet niet of het nog aan de booster was, maar... Dat zal me niet verbazen. Het muzikale erfgoed van Crosby, Stills, Nash & Young is onlosmakelijk verbonden met de tegencultuur. Tegencultuur die zich laat uitkopen door miljoenen en Big Pharma verdedigt. Ja. Ja. Je ziet Crosby en Nash Occupy Wall Street 2011. Dus toen waren ze nog een leven in ieder geval. Ja, David Crosby is kort geleden overleden, geloof ik. Tijdens die, maar was het nog in die corona tijd? De booster. Ja, dan zou er nog aan de booster overleden kunnen zijn. Ik weet het niet. Ja, maar wel boos maken over misinformation. Over het vaccin. Misschien was het wel een hartaanval. Ja. Voor mij is het allemaal toch onlosmakelijk verbonden aan de boomer-generatie. Dus, Ja, het is wel zo dat er toen nog wel eens wat protestsongs gemaakt werden en zo. Vandaar dat ze ook bij die Occupy Wall Street opeens weer tot leven kwamen. En ja, je hebt het idee dat dat tegenwoordig bijna niet meer gebeurt, hè? Er was een oorlog in Oekraïne en toen waren ze nergens te bekennen. Nee, het is wel zo dat ze heel erg, inderdaad, deze figuren zijn heel erg conformistisch geworden opeens. Dat ze bijna overal in meegaan waarin ze geacht worden mee te gaan, zeg maar. In de current thing. Ze zijn allemaal heel erg op de current thing. Ja, die Tate, die zei, Andrew Tate, die zei er nog over. Ik heb ook zo'n contract onder mijn ogen gehad. Dan komen ze, ja, je bent een influencer, je hebt ontzettend veel volgers. En hier is een contract, daar krijg je een heleboel geld. Maar dan moet je wel brand-friendly content maken. Want de brand wil natuurlijk niet geassocieerd worden met een of andere raging lunatic. En hij zegt, dan verkoop je eigenlijk je ziel aan de duivel. Op het moment dat je zo'n contract tekent, dan kan je eigenlijk niks meer doen. En ik heb het idee dat dat soort lui ook allemaal, ja, misschien ook omdat ze ouder zijn en denken bij dat ding dat ze gered konden worden als iedereen het vaccin nam of zo. Maar
ja, het is, het is wel heel erg, viel heel erg tegen hoe die de status quo verdedigde. Bijvoorbeeld Eric Clapton, die had toen eerst zijn eerste spuitje wel gewoon genomen. Ja, toen kon hij niet meer gitaar spelen, geloof ik. Ja, toen kon hij een keer zijn arm deed je niet meer. En ik denk van, hé, wat is dit nou weer? En toen is hij wappie geworden, ja. Dus, ja. Dus je had er wel een paar bij die zoiets hadden van, ja, fuck, wat overkomt mij nu weer? Dus, ja. Maar beste mensen, het wiel is tevoorschijn gekomen. Dus wij lullen nog even door en dan gaan we naar het volgende bericht of zo meteen. Maar in de tussentijd kunnen jullie even jullie naam vereeuwigen op het rad. En dan maken jullie kans op 10 EFL. Ja, 10 EFL's. En ik ga zeggen, het is nu je laatste kans. Want ik ga volgende week ga ik het bedrag halveren. Dan komt er een halving aan. Dus volgende week wordt het 5 EFL's. Dus nu is de laatste kans om nog 10 EFL's te winnen. Ja. Dus er komt een halving aan. Komt er ook een halving bij de EFL aan? Ja. Nee, bij het bedrag wat ik uitkeer bij het rad. Ja. Het gaat naar 5 EFL's. Hm. Ik verwacht dat die wel omhoog gaat. Pak ik de eerste die is er. Ja. Dat is een ziek idee. Ja, als er maar één is, dan kan je dat eigenlijk, wordt het lastig. Ja. Ja, wat doet de EFL? Nou, Josje die er niet is, moet je eigenlijk even 15 cent, dollarcent. Well, okay. Of nee, dit is Infinity, dat is iets anders, hè? Ja, klopt. Het is, ik kan het best even vragen aan Josje, die weet het wel. Elektronische gulden. 130% staat erbij. Omhoog? In 24 uur, ja. Oh, joh. Zo. Dat zit hij te doen, Josje. Die zit de ding te pumpen. Ja. 48 cent is die nou. Dus hij is eigenlijk... hij is nou een gulden is die nou. Ja, hij is letterlijk een gulden geworden. Oh, Josje loopt te pompen. Josje pompen. Hey, Josje is aan het pompen. Dus dan krijg je gewoon... Ja, in een jaar is die 300% omhoog. Ja. 48 cent. Oh joh, dat duidelijk is... Duidelijk de beste belegging ooit. Bijna 5 euro joh. Geef ik weg. Dan zit hier iemand gewoon bitcoins in te pompen. Ja. Dus ik geef dan bijna 5 euro zeg je. Ja, moet niet te gek worden. Ja. En maar 3 mensen op het rad, hè? Ja, goed, we lullen nog even door. Dus, we gaan het zo meteen over de paus hebben. De pope is no longer woke. De paus is ingeslapen. Ik zag ook gelijk dat een berichtje over de paus. Paus verliest hoofddeksel met windvlaag. En dan zie je die windvlaag zijn keppeltje erop jassen. En dan probeert hij dat nog vast te grijpen. Dat zijn ook van die dingen om mensen belachelijk te maken als ze de verkeerde kant op gaan. Dan krijg je opeens dat soort persberichten. Ik weet nog wel dat ik als kind vroeger keek naar zo'n vredesactivist. Die was bij Woensdrecht bezig tegen atoomwapens te strijden. En dat was een beetje zo'n oude vent met een baard. En die deed dat gewoon altijd. Die ging daar tegen demonstreren. En ik zat toen nog helemaal niet in die hoek van... misschien heeft hij wel wat zinnigs te melden of zo. Ik dacht, ja, wat is het voor malote? We moeten ons tegen de Sovjets beschermen. Anders dan komen ze ons veroveren. Communisten overal. En die deed zijn rugzak aan. Maar hij iets te enthousiast. En toen schoot die rugzak over zijn... Over zijn rug heen. Hij was een beetje voorover gebogen. En die vloog er aan de andere kant weer vanaf. En dat was precies het stukje wat ze eruit haalden bij het Nationaal. Om hem belachelijk te maken. En dat doen ze natuurlijk ook altijd met van die verdachten. Dat ze dan niet laten ze in de gevangenis zitten. En dan mogen ze zich niet scheren of zo. En niet naar de kapper toe. En dan komen ze eruit. En dan zien ze er helemaal als een soort homeless figuur uit. En dan zetten ze zo in de rechtbank neer voor de camera of zo. Dan moet je als kijker het idee krijgen van, nou, het is ook een beetje een rare figuur. Nee, niet strak knippen en in een pak zetten of zo, want het is onderdeel van de straf. Dit, Ja, er zitten nog wel heel weinig mensen op het rad, hoor. Daar kunnen we nog wel meer bij, dus... Anders dan schuif je hem door naar volgende week.
Nee. Het is wel raar dat het EFL gewoon omhoog spuit. En dat er zo weinig mensen dit willen incasseren. Nee, goed. Ja, er waren trouwens nog meer berichten. Hè, die we hebben eigenlijk niet. Dat het ook wel even het nieuws, bij ons het nieuws mogen halen. Ja. Kun je dus... of jij nog een paar had? Die, van je zoiets had van: hé, hey, dit hadden we ook nog kijk wel. Kijk, ik altijd even naar Zero Hedge. Dat is altijd wel heel wat. Nou ja, bijvoorbeeld er is zo'n wet er doorheen gejaagd, de TikTok law, in Amerika. Ja. Dat was zo'n dingetje. Ja, dat is ook dramatisch, want het staat natuurlijk helemaal niet in dat het wil niet zeggen dat het alleen voor TikTok is. En het rare is ook dat de Chinezen... Zouden het beter de anti-Twitter law kunnen noemen. Ja, dat kan een indirecte aanval zijn, maar het is eigenlijk kan iedereen hiermee aangepakt worden. En het is ook het rare dat je wordt dan gezegd, ja, er zit propaganda in. Er zit natuurlijk veel meer propaganda in de overheidsscholen. Plus dat het nog zo is, misschien dat je via deze kanalen nog eens een buitenlandse mening te horen krijgt. Wat ook wel eens interessant is als je in een oorlog zit, omdat de buitenlandse meningen vaak beter zijn dan van je eigen regering. Ja. Als je het daarvan moet hebben, dan kan je niet veel van op uitgaan dat het waar is. Maar ja. Het rare is ook dat je dus tegen die Chinezen zegt eigenlijk van... Dit is met die Russen zeg je overal, je moet je dollarreserves houden, maar wij kunnen ze elk moment inpikken. En tegen die Chinezen zeg je dan van, je moet die geld van die export moet je recyclen in treasuries. Maar wat nou als we er een haven van willen kopen? Nee, haven is strategisch, je mag geen haven kopen, dat kunnen we niet hebben. Oh, maar kan ik dan een oliebedrijf? Nee, dat kan ook niet, dat is ook strategisch. Nou, kunnen we dan TikTok? Nee, TikTok, je kan ook geen social media doen. Dus eigenlijk kan je niks anders met die dollar. Die Chinezen kunnen niks anders met die dollars doen dan in treasuries beleggen die elk moment in beslag genomen kunnen worden als dat een keer over de schreef gaat of zo. Ja, ik denk niet dat uitnodigt tot sterke dollarpolitiek. Wat nu even niet merkbaar is vandaag. Maar... Chinezen maken niks uit. Die hebben toch al een strijdkracht in Amerika zitten. Nee, maar hoor je dat van mijn TikTok? Is het ook heel simpel. Kunnen ze eromheen gaan? Ze verkopen het gewoon aan een Amerikaans bedrijf dat onder hun controle staat. En hoppakee, dan is het gewoon Amerikaans geworden, TikTok. Ja, het idee is volgens mij over het algemeen, je moet je helemaal onderwerpen aan. En die TikTok, die hebben ook Andrew Tate eraf gegooid. En ik denk dat Alex Jones er ook niet op mag. En dus uiteindelijk, ja. dat soort bedrijven zijn al helemaal preventief aan het wissen van alles wat niet helemaal met de machthebbers overeenstemt. Dus eigenlijk zit er geen gevaar in, behalve dan dat het, je kan zeggen, er zit voor kinderen zit er misschien wel een probleem aan, in de zin dat die leren alleen maar, kijken ze naar van die onzin dingetjes, zeg maar. Ze ontwikkelen niet meer de attention span om een boek te lezen. Dat is op Facebook ook, hè? Ja, dat is overal op dat soort dingen. Dat is het algehele gevaar van de mobiele telefoon. En het is moeilijk tegen te gaan, Steve Jobs die wilde niet eens zijn eigen dochter dat keek. Ik vind het knap, want ik ben zelf zo kleine, maar dat lukt je toch niet om die bij de mobiele telefoon weg te houden. Ook omdat je er zelf natuurlijk ook best wel vaak op zit. En dan wil zo'n kind dat ook. En binnen no time zitten die allemaal van die filmpjes te kijken. Oh, volgende. En het doet wel iets met je brein, denk ik. Maar het is... Ik ben echt steeds minder op dat ding aan het kijken. Ja. Dus ik heb echt een aantal dingen wat ik nog even af en toe check. Ik nog even de koersen en dat is alles eigenlijk. En, het punt is ook een beetje dat ik heb zo'n audioboek abonnement. En dan las ik altijd 2 audioboeken per maand. En nou heb ik gewoon al vaak, dan gaat de nieuwe maand al weer in. Dan heb ik die oude nog niet uit. Gewoon omdat ik niet verder kom. Dan podcasts en YouTube's en blijf er gewoon in hangen. Dat is al te veel materiaal om door te komen. En sommige van die dingen,
sommige van die long form verhalen, die zijn wel leuk. Daar zit wel eens wat interessant in. Maar het kost ook een bak met tijd om er... En ook als je het op anderhalve keer snelheid afspeelt. En soms denk ik wel eens, ja, eigenlijk weet ik dit allemaal. Waarom luister ik dan nog een keer in een andere vorm? Ja, ik heb het nog wel met sommige met meer klassieke boeken, zeg maar. Die dan een audio format wil luisteren. Maar ja, ik bij monologen val ik gewoon in slaap. Dus. Tucker Carlson. Tijd... Nee, ja, nou, Tucker Carlson, dat is nog kort. Maar, ja, die kan een heel lange monoloog houden. Ja, maar als je een echt een lang boek wil lezen, dan ben je een paar uur bezig. Ja. Dus dat, zeker als je dan over existentialisme, Friedrich Nietzsche bijvoorbeeld, wil luisteren, dan... Nee, ik vind denk dat met Jean-Paul Sartre kwam ik al bij hoofdstuk nummer 1 kwam ik al, viel ik al in slaap. Dus dat ben ik nooit verder gekomen dan dat, eigenlijk. Nee, ik vind sommige dingen, moet ik zeggen, wel heel interessant. Mensen maken die een boek schrijven, maken er vaak een hoop werk van. Maar eigenlijk moet ik er, ja, gewoon omdat er niet genoeg tijd is om het allemaal af te luisteren, wat rigoureuzer zijn in van, nou, ik heb 2 hoofdstukken geluisterd en deze figuur gaat mij echt niks nieuws bijbrengen of zo. Ik heb al een paar dingen gehoord die niet klopten. Dus volgende. Zo. En dat moet je eigenlijk gaan doen. En het is ook wel zo bijvoorbeeld. Ik luister altijd naar Peter Schiff. Ondanks dat hij negatief is over crypto. Maar ik vind het toch wel interessant om de andere kant eens te horen. En ook, ik ben een hoop met hem. Hij zegt zinnige dingen. Ja, zeker. Maar het is ook wel zo dat er zit een heleboel herhaling van zetten in. Dus en het is wel weer, dan heb je weer een half uur of 45 minuten of zo die zit te luisteren. En het is een afweging waar bespeed je tijd aan. Ik heb het idee dat het wat efficiënter moet, omdat het aanbod van content zo ontzettend groot is. Daarom denk ik ook dat wij onze podcast niet zo lang moeten maken, omdat er anders helemaal niemand meer naar luistert. Ja. Zijn niet veel mensen die 3 uur vrijmaken of zo om Vrije Radio te luisteren? Ik weet het niet. Ik heb af en toe klaagt er wel eens iemand. Ja. Het duurt allemaal zo lang. Maar we zijn al korter geworden. Hè? Dus vroeger zaten we echt 3 uur. Ja. En nu sinds ik vroeg op moet voor mijn werk. Meestal zie je mij ook wel in slaap vallen. Hè? Dat is ook wel mijn natuurlijke moment. Natuurlijke reactie. Het moment dat ik normaal gesproken ook al licht te ronken. Dus ik moet meestal om 5 uur op. Dus... Ja, laten we het dan snel afwikkelen. Ja. Het rad is niet meer geworden eigenlijk. Dus dit zal het zijn. Dus normaal zijn er meer. Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Yoshi brengt ze allemaal mee. Ja, Yoshi denk ik. De fanclub van Yoshi is er niet. Nee, goed, dan moeten we met deze mensen doen. Dus dan gaan we even draaien aan het rad. En dan is het 3, 2, 1. Hoppakee, te laat. Ja. En wie zal het worden? Het is. Blijf maar draaien. Ja, deze hier. Was het Ethically Speaking? Ja. Ethically Speaking, ja. Hoppakee. Nou, je bent een mazzelpik. 5 euro'tjes. Ja. Wees er blij mee. Mm-hmm. Ik maak ze binnenkort over. Dus. Hopelijk voordat de E-gulden daalt. Nee hoor. Nee. Oh ja. Ethereum's Denken upgrade goes live. Oké. Dat was vandaag kennelijk. Oh, vandaar dat Ethereum daalde. Ja, het is een beetje risico erin. Maar nee, niet alleen de risico natuurlijk, maar het is ook zo dat ik geloof dat die level 2's heel goedkoop worden daardoor. Ja, maar dan is de verwachting ook dat iedereen naar die level 2's toe gaat en van de main chain afgaat. Dat de gas noodzaak voor daarvoor naar beneden gaat. Gas behoefte voor gewoon Ethereum zelf.
Nee, we gaan even naar de paus. De paus is no longer woke. Maar eerst even, hij is ook niet meer een warmonger geworden. Hij zegt van jongens, of de situatie tussen Oekraïne en Rusland, ga ze even met dat witte vlaggetje wapperen. En dat zorgt voor heel veel opgetrokken eyebrows. Ja, hier in huis ook levert het ook veel. Wat krijgen we nu? Maar ja, ik denk dat, ja, ik vind het een raar verwoord, the courage of the white flag. Waar je kan natuurlijk gewoon zeggen van ja, gewoon onderhandelen met Rusland voordat je allemaal het hele leger doodmaakt. Maar er schijnt nou een ontzettend agressieve generaal te zitten die een anonieme soldaat zei, get us all killed. Die vorige, die was nog enigszins begaan met het leven van een gewone man. Maar deze helemaal niet meer. En die vorige, die heeft al waarschijnlijk een 500.000 in reals. Dus, Ethically Speaking, die zegt nog in de chat van, weet je wat de naam is van mijn EFL-portemonnee? Nou ja, voor de zekerheid, gooi het even in de chat bij mij. In Whisper heet dat, geloof ik, op Twitch. Dus ik doe meestal gewoon de laatste die ik gebruikt heb, zeg maar. Dus ja, misschien heb je je portemonnee weer veranderd. Dus gooi het even in de Whisper. Ja. En dan gaan we verder met de pauze. Ja, nee, het is een beetje, aan het zwalken, die pauze. Want nou zegt hij opeens van, hey, moet wat onderhandeld worden. Was er een moment geweest dat de paus vooroorlog was? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ging ervan uit dat hij helemaal current thing was. Up-to-date met current thing. Want dat is een beetje een current thing paus. Dus ik zou verbaasd zijn als hij daar tegen was. Dus dat hij dit zegt. Maar ja, zie ik ook raar. In Oekraïne is ook de hoofd van de kerk daar gevangen gezet. Dus de Russisch-orthodoxe religie gewoon verboden. Dat is ook niet. Ja. Misschien heeft hij er niet zo'n sympathie mee voor, houden. Ik denk ook wel. Zich af en toe wel ook een beetje aan de leer houden. Hè? Dus ik denk dat de oorlog is ook niet zo'n. Zo'n christelijk ding, denk ik. Dus, ook al kwamen wel hopen oorlogen voor in de Bijbel, maar. Over het algemeen worden christenen toch geacht tegen oorlog te zijn. Nou ja, mensen zeggen natuurlijk vaak, ja, we zijn ook tegen oorlog. Rusland moet ze gewoon terugtrekken en dan is de oorlog afgelopen. Ja, het punt is natuurlijk dat je daarmee dat hele Donbass verhaal niet oplost. Ik denk niet dat die mensen staan te trappelen om door Kiev bezet te worden, zou ik maar zeggen. Tenminste, dat zullen ze als een bezetting ervaren. Die zijn nog niet vergeten wat er gebeurd is in al die jaren. Ja. Maar, ja. Maar het lijkt me ook heel makkelijk. En dat was ook eigenlijk al. Ooit deed Poetin zei hij van, als Oekraïne belooft niet bij de NATO te gaan, dan beloof ik dat ik er niet binnenval. Zo. Dat was eigenlijk, moet je kijken, als je zoiets gedaan had, hoeveel levens dat nu had gescheeld. Want als er aan alle kanten, beide kanten 500.000 man zijn, het zal wel niet, maar dan Het zou me niet verbazen als het aan het eind een miljoen mensen zijn. Dat is een fikse oorlog. Daar praat je een beetje over. Ik denk dat Irak ook een miljoen was of zo. Ja, zeker een miljoen burgers sowieso al. Hè? Ja. Dus, ja. En daarnaast heeft het nog een lange nasleep. Want er zijn uraniumverrijkte kogels gebruikt. Daar heeft niemand het over. Er liggen nog even van die clustermunitie die afgaat. En er wordt een kind opgeblazen. Die dat vindt. Dat wordt allemaal niet in het nieuws. Komt, dat bereikt het nieuws niet. Maar. En daarnaast zijn de hetzes onderling nog steeds niet uitgevochten. Dus in de toekomst zullen daar ook nog. Maar ja, dat heeft met die grenslijnen te maken. Ja, plus dat het hele rare bij Irak is natuurlijk. Dat er ooit zat er een Iran-vijandige minderheid met Saddam Hussein. Die is daar verslagen. Ja. En nu zit er een Iran-vriendelijke regering. Dus daar heb je eigenlijk gewoon Iran groter gemaakt. Ik weet wel dat die Israël-overheid, die stond als eerste te juichen om Irak aan te vallen. Die moest echt aangevallen worden. En
En nou hebben ze eigenlijk gewoon een groter Iran gekregen. Waar ze helemaal bang voor zijn. En, ja, en Afghanistan was ook zo'n verhaal van, ja, uiteindelijk 3 triljoen later of zo, een trillion later, een slecht bewapende Taliban vervangen door een beter bewapende Taliban. Ja, ja. Dus het is werkelijk die oorlog, ja, het is echt geen enkel nut gehad. Er is niks verslagen. Er is al, ja, de burger die is verslagen ongeveer. Want en ja, ik denk dat Oekraïne ook weer zoiets wordt. Hè. Dat is, mijn informatiebronnen zeggen, is dat het er militair heel slecht voor ze voor staat. En ja, als je dan niet wil onderhandelen, hoe eerder je gaat onderhandelen, hoe beter. Want hoe langer je dat uitstelt, hoe meer er over je heen gelopen wordt uiteindelijk. Je zou bijna katholiek worden, hè, als je dit zo leest. Volgens mij is het gewoon een reclame. Dat is het belangrijk, maar even naar het volgende bericht. hij is anti-woke. Hij zegt, gender ideology, the ugliest danger. Dus, ja, de paus heeft een PR-bureau. Ja, er is iets aan de hand. Het zou kunnen zijn dat hij de onderstroom een beetje ruikt van ja, het is helemaal niet zo populair als dat lijkt. We zijn bij een bankroet. We hebben geld nodig. Laat een PR-bureau inschakelen. En oké, dit zijn de eerste resultaten. Nou ja, zo wordt er, of het nou PR-bureau wordt ingeschakeld of niet, zo wordt er natuurlijk gekeken naar dat soort zaken. En ik denk dat wat er gebeurt bij die elites, dat daar heel veel van die lobbyisten rondhangen die continu in dat wereldje verkondigen dat iedereen daar wild van is. En de hele ESG-agenda en dat iedereen daarin gaat geloven, zeg maar. Maar bij die paus zal, ik denk dat er ook wel eens wat doorcijpelt van de onderkant van ja, dat de gemiddelde burger in Zuid-Amerika, die is daar helemaal niet blij mee. De achterban. En de meeste van die katholieken in de achterban, als je kijkt naar Tom Woods of zo, dat zijn ook katholieken. En Mises Instituut zitten veel katholieken. Die moeten echt helemaal niks van zo'n paus hebben. En ja. En misschien dat hij dacht van, er is wat mis toen er een beeld van Satan onlangs was neergezet in een kerk. En toen iemand dat onderuit haalde, werd hij gearresteerd. Vanwege, ja, wat, ik weet niet wat, hate speech waarschijnlijk. En ja, misschien dat hij af en toe al nadenkt van, misschien ben ik zitten wij in de foute kant. Ja, hij kan natuurlijk ook wel, klachten krijgen van zijn achterban. Dus ja. En ze zijn natuurlijk ook heel flexibel daarin. Ik denk dat in de Tweede Wereldoorlog was het ook niet helemaal duidelijk aan welke kant ze stonden. Hè? Want het was ook van, hier schudden we weer een handje daar en hier collaboreren wat en hier doen we weer als we tegen zijn. En dus, ja, het kan van alle. Het is misschien niet één duidelijk standpunt. Maar ik stond er wel van te kijken, want het is eigenlijk een Marxist, deze vent. Ja, klopt. Ja, hij heeft in ieder geval een Marxistische achtergrond, ja. Ik had ooit een Photoshop reeks gemaakt. Dat ik allemaal de paus gefotoshopt hoe heet die nou, die band? Rage Against the Machine. Zag je gewoon, dat was hij een bandmember van de Rage Against the Machine. Die inmiddels Rage voor de Machine geworden is. Ja. Net zoiets als Ernst, Neil en Jong. Crosby, bla bla. Ja, ook tussen allerlei andere bekende communisten zat hij gewoon daar als een fanboy tussen. Hij was vijfde lid van de Beatles. Zat hij daar met een draaitafel zo, hij was de DJ. Ik verwacht dat hij wel ergens ruikt dat het tij aan het keren is. Ook met die verkiezingen. Als je natuurlijk naar die verkiezingen kijkt in Europa. Nou, Portugal ook weer een rechtse partij gewonnen. Mm-hmm. En ik denk dat de mensen het een beetje zat zijn. Al die linkse. Maar als Marxist, dan ik kan me voorstellen, net zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld. Ja, dat is dan een oude stijl Marxist eigenlijk. En dan komt jouw partij, die zit opeens met gender en Black Lives Matter en herstelbetaling en zo. En je ziet dat hij dan een beetje draait van, nou ja, het is mijn partij, dus dan ga ik daar ook maar mee.
Maar ergens gaat het hem niet van harte. Want hij, het is zo'n oude socialist die gewoon alleen maar... Hij ziet maar één strijd en dat is de klassenstrijd. En de kapitalisten tegen de werknemers. Dat is het enige wat hij ziet. Nee. Dan komen ze opeens met een rassenstrijd aanzetten. Daar heeft hij helemaal niks mee. Of dan komen we met een genderstrijd aanzetten. Nee. En die dialectiek die doet hem niks. Het is de enige dialectiek die, waar hij in vastgeroest zit. Dat is... De werkers en de kapitalisme, de oude marxistische toestand. En die paus die zat ook wel in vastzitten. En ik denk dat het misschien dat hij nou iets heeft van ja, hey, die andere zooi die moet ik niet. Dat is geen cultureel marxist, maar alleen maar echt een ja. oud marxist. ja. Klassiek marxist. Ja, dat zal me niet verbazen. Ja. Ik vind het wel, ja, goed. Dus, ik vraag me ook echt af, hoeveel katholieken willen? Want het is ook geen democratie, hè? Ik heb zelfs nog nooit een katholiek gehoord. Ik heb door aardig wat katholieken ook al in een podcast zitten. Ik heb nog nooit één gehoord die er enthousiast over was. Nee. Want de gemeente die stemt daar niet voor. Dat zijn dus een groep kardinalen. En die gaan dan met elkaar daar. En, ja, goed, als je het verleden weet, de geschiedenis kent... Ik heb wel gelezen over de Medici's en zo in die tijd. Weet je, die kardinalen kon je gewoon omkopen, weet je wel. Dat zal nu toch niet anders zijn, denk ik. Dus ja, zo'n paustitel kan gewoon gekocht worden. Ongetwijfeld, ja. Ongetwijfeld, als het toen was, dan nu niet. Zeker, als het einde een beetje nadert, dan wordt het ook steeds makkelijker om dat te doen. Er zijn gewoon hele kanalen voor om dat te doen. Je kan bijna een prijslijst opvragen of zo. Ik denk als je in het Amerikaanse congres komt, dat er gewoon een QR-code hangt. Als je die scant, dan kan je gewoon met Bluetooth gewoon bestellen. Van, betalen, boom, gelijk afrekenen daarna. Oké, dan heb je wetgeving gekocht. Ja. En Amerika is niet eens zo duur, hè, omkoping. Dat is gewoon, gaat om duizenden euro's. Ja, ik heb er ook wel eens bedragen gehoord. En ik denk, jee, maar wordt het daarvoor verkwanseld? Voor dat, en dat is natuurlijk ook bij die Joe Biden zo. Maar als je hoort met die Hunter Biden, dan krijgt hij 30.000 hier en een paar tonnetjes, tonnetje hier of zo. En daar wordt de hele zaak voor verraden. Dat is ongelooflijk. Ja. Dus als wij als bevolking ons samenspannen, kunnen we hun meer geven om ons ding te doen? Nee, wij moeten stemmen. Het zou wel raar zijn als de bevolking zich organiseerde en ook lobbyisten ging inhuren. Want dan krijg je een heel raar effect. Want het hele idee van lobbyen is natuurlijk dat je wetgeving maakt die de bevolking benadeelt en jou bevoordeelt. Ja, als de bevolking dat ook gaat doen, dan is er niemand meer te benadelen voor de wetgeving die er... Tom Lamoen, als je luistert. Tip. Zo gaan we het doen. Als die EFL eenmaal op $100 staat. Ja. Ja, dat is wel een ideetje inderdaad. Ja. Ik kan het even voorstellen bij de LP. Ja. Maar als je ze gewoon zou kunnen opkopen en dat ze gewoon alleen maar zich bezighouden met de verbouwing van het binnenhof en daar ook binnen die muren blijven, ja, dan heb je daar eigenlijk geen last van. Dat zou, ik had laatst ook nog een ideetje wat ik nog voor een stukje wil bewaren. Gooi het erin. Ja, kan nog even voor het einde. Nee, ik wil het bewaren voor iets anders. Oké. Okay. Ik kan al een sneak preview geven waar het ongeveer over gaat. Ja, het is een manier om de overheid te verslaan. Ik heb nog steeds een boek, idee voor een boek. En ik heb een half plot had ik. En er zat nog geen goed einde aan, zeg maar. En nou had ik opeens het idee van, dit zou wel een leuk einde zijn om het een creatieve manier om de overheid te verslaan. Waarvan ik overigens niet denk dat het praktisch haalbaar is. Maar in de roman is alles haalbaar. Ja, precies. Mijn hoop met boekideeën, dat is inderdaad... ik heb op een gegeven moment de schijf moeten leeggooien. Toen was ik al een aantal gigabytes kwijt met mijn boekideeën even te verwijderen. Zoveel ideeën, maar geen boek. Het schrijven ervan is zo kut, hè?
Ja, je kan het wel eerst proberen, misschien met AI, dat het nou... Ja, precies, daarom. Ik zat aan te denken met AI, ja. Maar dan kom je weer terecht tussen de enorme hoeveelheid content die gewoon niet onder de aandacht te brengen is. Ja, precies. Ja. Nee, maar goed, we zijn aan het einde gekomen. Dus ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En uiteraard zijn we er volgende week weer. En dan is geef ik vijf... Nee, ik ga even kijken hoeveel EFL's ik ga geven dan. Maar dat beslis ik op dat moment. Dus, ja, als ze zo omhoog gaan, dan moet je gewoon de dagprijs gaan bepalen. Want, Ja. Maar goed, ik, in ieder geval dat zien we volgende week wel. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het... Dat heb ik net al gezegd, voor het luisteren. Uiteraard deelnemers danken, ben jij voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer en ik zou zeggen toedeledoki. En we moeten natuurlijk wel de eindtune erbij gooien. Dus niet, in ieder geval niet ja, deze. Ja, uit de fabeltjes kan. Dat is hem ook niet. Volgens mij is dat deze, Hero. Hartstikke idee. Ja, toedeledoki. Hoi, hoi. Tot de keer. Hoppakee. Oh, meteen weer. Ja, dan ga ik even afsluiten.